Goedemiddag, collega's. We kunnen starten met onze eerste commissie na het reces. We hebben een aantal vragen om uitleg op staan. Er zijn ook enkele vragen uitgesteld tot volgende week. Dus er was al een agendawijziging, maar ook de vraag van collega Sijsens en de vraag van collega Pira is uitgesteld tot volgende week. Dus we kunnen al starten met de eerste vraag en dat is de vraag van collega Sintobin over de problemen in verband met de kilometerheffing voor vrachtwagens. Meneer Sintobin. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, mijn vraag is al een tijdje geleden ingediend. Ik begin augustus, dus misschien zullen een aantal cijfers niet meer kloppen, maar dat zal ik straks wel horen. Ook wat betreft eigenlijk het systeem van de onboard units, ik denk dat iedereen hier in de zaal het systeem wel kent en gelet op het toch wel aanzienlijk aantal vragen deze namiddag, heeft het weinig zin dat ik nog eindelijk uitleg op wat het systeem gebaseerd is en hoe het werkt. Maar in ieder geval is het belangrijk om weten dat er ongeveer 609.000 board on units geïnstalleerd zijn in Belgische en onboard units liever en buitenlandse vrachtwagens zijn geïnstalleerd en dat per dag naar schatting of ongeveer 130.000 tot 140.000 vrachtwagens op onze wegen rondbollen. De gewesten zijn verantwoordelijk voor controles en dat gebeurt enerzijds door camera's met nummerplaatherkenning en anderzijds door mobiele teams die vrachtwagens die niet in orde zijn aan de kant zetten. Nu is uit cijfers van de Vlaamse Belastingsdienst gebleken dat er ongeveer 1600 boetes, maar dat zal misschien ondertussen wat gewijzigd zijn, 1600-tal boetes zijn uitgeschreven door controles via de camera's en 168 door de mobiele eenheden. Wat eigenlijk de aanleiding van mijn vraag is, is dat bij die 1600 boetes die werden geregistreerd via camera's, dat dit enkel gaat om Belgische transporteurs. En dat komt omdat de gegevens met betrekking tot buitenlandse transporteurs van de camera portikken nog, en ik citeer, verder worden geëvalueerd en verfijnd, waardoor er nog geen boetes naar buitenlandse adressen zijn gestuurd. Bij de 168 boetes geregistreerd via de mobiele controles was het merendeel buitenlandse chauffeurs. Ik hoef waarschijnlijk niet te herhalen, voor u meneer de minister en ook voor de collega's niet, dat een van de belangrijkste argumenten om een kilometerheffing voor vrachtwagens en trouwens ook op termijn voor een aantal partijen hier in het Vlaams parlement een kilometerheffing voor personenwagens in te voeren, is het feit dat u steeds hebt gezegd, ja, buitenlandse vrachtwagens razen over onze wegen en betalen niet voor. Het wordt tijd dat iedereen betaalt voor het gebruik van onze autosnelwegen en andere gewestwegen en belangrijke verkeersassen. Nu blijkt echter dat dus de boetes voor buitenlandse chauffeurs nog niet kunnen worden toegekend, waardoor we natuurlijk als Vlaanderen toch wel, en u zal misschien straks een bedrag noemen, toch een aanzienlijk bedrag mislopen. Ook belangrijk is natuurlijk om te weten dat Febitra stelt dat eigenlijk, en dat is eigenlijk altijd ook een beetje onze visie geweest, dat een kilometerheffing niet, zoals u trouwens altijd stelde, of toch veel al gebruikt als argument, mobiliteitssturend zou werken. Ik ben trouwens van oordeel dat dit ook niet het geval zal zijn bij een kilometerheffing voor personenwagens. En nogmaals herhalen, een kilometerheffing, in feite betalen we die kilometerheffing al aan de pomp. Maar laat ik misschien, voorzitter, tot mijn vragen komen voor de minister. En dat is één. Wat is de verklaring waarom tot nog toe geen boetes werden verstuurd naar buitenlandse transporteurs? Wat bedoelt men juist met verder evalueren en verfijnen van de gegevens? Beperkt het probleem zich enkel en alleen tot het ontbreken van een voldoende juridisch kader rond de gegevensuitwisseling met het buitenland? Wat blijft er in feite nog over van het argument dat de invoering van de kilometerheffing het laten meebetalen door de buitenlandse transporteurs was? Nu blijkt dat boetes niet kunnen worden opgestuurd, maar wel vastgesteld.
Welke initiatieven neemt u ter zake en binnen welke termijn denkt u een afdoende gegevensuitwisseling te kunnen realiseren? Hoe reageert u op de verklaring van de directeur van Febitra dat de kilometerheffing voor vrachtwagens helemaal niet mobiliteitssturend is? En een laatste vraag, en dat is ook al een paar keer aan bod gekomen hier in deze commissie. Is er sinds de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens sprake van significante verschuivingen in de trajecten die het vrachtvervoer in Vlaanderen aflegt? Met andere woorden, welke is onder andere de impact op het gebruik van alternatieve routes en de ontwikkeling van sluipverkeer? Tot daar, voorzitter, mijn vraag. Dank u wel, meneer Sint-Aubin. Meneer de minister. Dank u wel. Misschien toch wel eerst verduidelijken dat als het gaat over de handhaving van de kilometerheffing, controle op een en ander, is resorteert natuurlijk onder Vlabel, Vlaamse Belastingdienst, en resorteert dus onder mijn collega Bart Tommelijn. Nu, wat mijn informatie betreft wel, dat het overgrote deel van de vrachtwagens die in het buitenland geregistreerd zijn, dat die wel degelijk in regel zijn met de kilometerheffing. Dus zeker wat betreft het aan boord zijn van de OBU, van de on-board unit. Zodat ook aan de hand hiervan de verschuldigde heffing correct kan worden berekend. Nu, wat de cijfers betreft, ik heb die voor begin augustus. Het aantal boetes dat tot dan werd uitgeschreven, namelijk de 1768, wijst er denk ik wel op dat er een hoge mate is van compliance of het schikken naar of van heffingsplichtige voertuigen, zowel van die in België als diegenen die in het buitenland geregistreerd zijn. Er is, als je kan spreken van een probleem, dan situeert zich dat enkel ter hoogte van de niet betaalde heffingen of daarmee gepaardgaande boetes te innen van voertuigen in het buitenland geregistreerd, wanneer die nog niet op de weg kunnen onderschept worden. Dat is wat het resterende probleem. Echter, ik heb in eerder antwoord, denk ik op een parlementaire vraag ook hier, al aangegeven dat die voertuigen daarmee de dans niet ontspringen. Want die worden opgenomen op een soort alertlist, een zwarte lijst, een alarmlijst. En wanneer dat die gesignaleerd worden op onze wegen, worden die ook van de weg geplukt. Dus we hebben vliegende controle units die ook effectief de baan op kunnen gaan en vrachtwagens uit het verkeer kunnen plukken. En dus dan ook onmiddellijke inning kunnen overgaan. Voor wat betreft het ontbreken van een Europees kader voor de uitwisseling van gegevens voor die voertuigen heb ik collega Tommelijn, gelet op uw vraagstelling, ook om nadere details gevraagd. En hij heeft laten weten dat door zijn administratie dat er een inventaris is opgemaakt met voor een veertigtal landen de bestaande algemene en specifieke rechtsinstrumenten met het oog op de uitwisseling van nummerplaatgegevens. Daarvoor werkt men trouwens samen, heb ik begrepen, ook met Dienst Internationaal Vlaanderen, onder andere, en met departement FNB, dus Financiën en Begroting. Die inventaris gaan we ook op intergewestelijk overleg bespreken en vervolgens kijken in de schoot van het overlegcomité welke maatregelen dat we daar kunnen nemen. Maar zoals dus gezegd is het gros van de heffingsplichtige in het buitenland geregistreerde voertuigen wel degelijk in regel met kilometerheffing en betalen zij ook wel degelijk de verschuldigde heffing zoals voorzien en ook de procedures. Er is enkel een kleine minderheid van voertuigen die misschien niet onmiddellijk betalen, maar uiteindelijk wel gevat kunnen worden. Dus je zou kunnen zeggen, diegenen die maar één keer door het land reizen en vervolgens nooit niet meer, ja, die zouden dan uiteindelijk, dat is de restcategorie, maar dan spreken we over een te verwaarloze fractie, denk ik. Anderzijds, dus die alertlist, die faciliteert natuurlijk ook de verdere opvolging. Voertuigen worden automatisch en snel gesigned naar de controleurs op de weg, op het ogenblik dat die opnieuw door een van de camera's boven en langs de Belgische wegen worden gedetecteerd. En dan kunnen ook onmiddellijk de openstaande bragen geïnt worden, want ook dat wordt meegenomen in die alertlist. Er staat ook bij van welke boetes dan nog openstaan. En die informatie wordt automatisch doorgegeven door de mensen op het terrein. En die kunnen onmiddellijk overgaan tot de inning of tot inbeslagname. Hè. Dat wordt dus ook al gedaan. Dat hebben onze diensten intussen ook al gedaan. Hè. Dus effectief een vrachtwagen langs de kant gezet.
en het voertuig in beslag genomen. Nu, wat betreft het gebrek aan sturende impact, het tweede deel van uw vraagstelling, dat is natuurlijk, op dat vlak is de verklaring ook van Febitra niks nieuws. Het aandeel van de vrachtwagens op onze wegen beslaat slechts een deel van de totale vloot. En elke regeling die enkel dit kleinere deel beïnvloedt, zal natuurlijk slechts een beperkte impact hebben op de totaliteit. Vandaar dat ik ook altijd gezegd heb dat die sturing, die mobiliteitssturing, dat we dat zeker moeten doen als we ook een veralgemeende heffing zouden invoeren, een kilometerheffing, een slimme kilometerheffing, voor ook personenwagens. Dan moeten we die natuurlijk, dan moet dat een slimme kilometerheffing zijn. En dat wil dan ook zeggen dat de huidige kilometerheffing voor vrachtwagens, dat die ook slim gemaakt moet worden. En persoonlijk heb ik altijd gezegd dat ik wel een voorstander ben van zulk systeem, omdat dat ertoe kan leiden, één, tot een belastingverlaging voor de modale Vlaming, en tot het gegeven dat we dan ook de buitenlanders kunnen laten meebetalen, want je kan dan ook zeggen dat voorheen de buitenlandse vrachtwagens wel meebetaalden via het eurovignet voor het gebruik van onze wegen. We wezen het forfaitair en niet a rato van het effectieve gereden kilometers. Maar voor de personenwagens geldt dat niet, want de meeste, u zegt, er is een heffing aan de pomp. Wel, voor buitenlanders is dat niet, omdat in vele gevallen de talloze personenwagens die door ons land razen zelfs niet tanken in ons land. En dus zou dat wel een mogelijkheid zijn om ervoor te zorgen dat ook zij een bijdrage leveren en dus de inkomsten zouden kunnen leiden tot enerzijds een afschaffing van alle verkeersbelastingen en dus een belastingsverlaging voor de Vlamingen en extra inkomsten ten voordele van onder andere de weginfrastructuur. Maar dat is mijn gekend standpunt. Wat moest ik daarover nog geven? Nee, dat is verschuivingen. Wat moest ik zeggen? Ja, de metingen. Je weet, ik heb het ook al aangekondigd, dat er is een controlemeting georganiseerd. Die meting meet op een 450-tal locaties gespreid over de gewestwegen in Vlaanderen het aantal vrachtwagens. Dus dat is wel een heel grote oefening. We hebben dat wel gedaan het is een antipostvergelijking. Dus op 400 plaatsen, op diezelfde locaties, is in 2013, 2015 is er een telcampagne dus gebeurd. Ik heb trouwens ook naar de gemeente toe het aanbod gedaan om zelf een telling te vragen of te organiseren. Nu, de vergelijking van die twee telcampagnes gaat dan een indicatie geven van eventuele verschuivingen in de trajecten van de vrachtwagens. De telcampagne vindt plaats van september, dus nu lopende, tot en met april. Waarbij dat we tegen de zomer van 2017 de eerste resultaten kunnen voorleggen en dus effectief kunnen bekijken in welke mate dat er een serieuze toename is. En ik denk dan, als er een serieuze toename is, bijvoorbeeld van het vrachtverkeer met 20%, dat je dan effectief kan spreken over enig effect van de kilometerheffing en dat we dus dan ook desgevallend kunnen de gepaste stappen kunnen zetten. Bijvoorbeeld, dat zou kunnen zijn, de opname in het betolde wegennet, maar daar zouden ook andere mogelijkheden, andere opties voorhanden zijn. Goed, bedankt. Meneer Sintelbin. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Ik zal in ieder geval, wat betreft de gegevens van minister Tomelijn, misschien een schriftelijke vraag stellen om toch een aantal zaken verduidelijk te zien, omdat bijvoorbeeld over die overeenkomst met een 40-tal landen. Het is ook belangrijk om te weten welke landen natuurlijk, want het zijn eigenlijk altijd of toch veelal dezelfde buitenlandse vrachtwagensbestuurders die over onze autosnelwegen razen. Ik ben met u akkoord dat een groot deel van de buitenlandse chauffeurs in orde is met de onboard unit. Dat blijkt ook uit de cijfers natuurlijk, maar dat neemt niet weg dat we wat u noemt het klein probleem van niet betaalde boetes of het niet kunnen uitreiken van de boetes moeten opvolgen. Ik ben ook akkoord met u dat u zegt, ja, er zijn vliegende controles en er is een alertlist waardoor we vrachtwagens aan de kant kunnen zetten. Maar natuurlijk zouden we ook kunnen zeggen dat eigenlijk dit probleem kon voorzien worden. Hè. We wisten op voorhand dat er misschien wel een probleem zou zijn om het toekennen of toesturen van boetes aan buitenlandse transporteurs of vrachtwagensbesturen. We merken trouwens hetzelfde, maar dat heeft dan ook te maken met personenwagens. In bijvoorbeeld een stad
als Antwerpen, waar een lage emissiezone wordt ingevoerd en waar ook buitenlandse chauffeurs eigenlijk niet kunnen beboet worden omwille van een aantal juridische problemen. Twee, wat betreft impact op mobiliteit. We gaan ongetwijfeld in de volgende legislatuur of misschien al deze legislatuur de discussie voeren over het invoeren van een kilometerheffing voor personenwagens. Ik ben niet zo'n believer dat het een hele grote impact zal hebben op mobiliteit. En het zal uiteraard moeten gepaard gaan met een uitbouw van, als u al wil, dat het mobiliteitssturend wordt, de kilometerheffing, met de uitbouw van ons openbaar vervoer. En drie, wat betreft het laatste, ben ik blij dat er een evaluatie komt, dat er een telling, misschien zelfs een dubbele telling komt en dat u bereid bent om op basis van evaluatiegegevens ergens misschien een bijsturing te doen en een uitbreiding van het tolsysteem, waar wij op zich geen voorstander van zijn, maar als het dan toch maar moet, want het zal u maar overkomen in een klein dorp waar continu vrachtwagens doorrijden. We kennen enkele, bij ons in de provincie toch wel enkele gewestwegen. Ik wilde in acht, ik zie mevrouw Fournier zitten, waar toch op een kleine, smalle weg door kleine dorpen continu vrachtwagens rijden. Dus moeten we dat nauwgezet in het oog houden. Tot daar, voorzitter, mijn tussenkomst. Dank u wel, meneer Sint-Aubin. Mevrouw Fournier wenst aan te sluiten. Mevrouw de Ridder. Ja. Mevrouw Fournier. Ja, dank u, voorzitter. Ik had ook een kleine aansluitende vraag op hetgeen dat collega Sint-Aubin juist gezegd heeft in verband met sluipverkeer. U zegt dat er tellingen, meetpunten zijn in 400-tal en dat er een evaluatie of een hertelling zal gebeuren van de maand september tot de maand april. Nu, ik ben vorige week in de Westhoek geweest, waar ze op zich absoluut geen problemen hebben met de kilometerheffing, maar waar er wel heel veel en duidelijk sluipverkeer is. Er is dus één baan, de N8, waar er tol opgegeven wordt. Geen probleem, maar iedereen zoekt alternatieve wegen. Die zijn er ook, de kant van de Eksmuiden, en er is daar een heel grote toename. Nu, die tellingen waarvan u sprak, zijn al gebeurd, blijkbaar, in Klaaskerken, in de Eksmuiden. En daar is er toch een toename van vrachtwagens van een 15% en vrachtwagens met trailer van 23%, dus op die alternatieve wegen. Nu, op zich hebben ze daar absoluut geen moeite mee dat dat plan aangepast wordt, maar mijn vraag is nu, als er tellingen gebeuren van september tot en met april, als het duidelijk is dat er nu al problemen zijn, zal u wachten tot na april om een totale evaluatie en herziening? Of is het eventueel mogelijk dat die herziening per regio, per provincie of wat dan ook, dat die eventueel vroeger zou kunnen gebeuren als blijkt dat er in bepaalde delen van, is nu West-Vlaanderen of waar dan ook, als blijkt dat er nu al een immens probleem is. Dus bent u eigenlijk bereid om die evaluatie sneller te doen of zal u wachten tot na april? Dank u wel, mevrouw de Ridder. Dank u, voorzitter, meneer minister. Een korte aanvullende vraag. U spreekt ook evenzeer, heb ik het over de tellingen die u gaat doen, die controlemetingen. U spreekt over het gaan meten van mogelijke verschuivingen. U spreekt over een subjectief gevoel. Bon, zal moeten bewezen worden of die verschuivingen er zijn en of dat effectief dan over sluipverkeer gaat. Maar ik zou u willen vragen om ook mee te nemen of dat allemaal een verschuiving is intern van vervoer naar vervoer op Vlaamse wegen. Als het zo zou zijn, of dat er ook verdwenen vervoer is, om het zo te noemen, richting dan bijvoorbeeld binnenvaart of bijvoorbeeld buitenlandse stroom. Het zou ook best wel eens kunnen, we hopen natuurlijk met z'n allen van niet, dat er een verschuiving is van verdere verspreiding van goederen, omdat bijvoorbeeld bepaalde goederen niet meer in Antwerpen zouden aankomen. We gaan ervan uit dat dat niet zo is, maar het zou kunnen. Of dat er vracht van de baan zou gehaald zijn en richting binnenvaart verschoven zou zijn. Wat dan op zich een goede zaak zou zijn, voor alle duidelijkheid. Dus de vraag of dat kan meegenomen worden op een of andere manier in die tellingen die u doet en de conclusies die u eraan verbindt. Dank u wel, meneer de minister. Ja, wat het laatste betreft, de modal shift, ik denk dat we daar moeten rekening houden met aannames en anderzijds bevragingen, want je kan natuurlijk niet weten waar verkeer naartoe gaat. Hè. Je kan wel vaststellen dat er een toename is op basis van die metingen. En die tellingen kan je wel vaststellen dat er een toename is of een afname, maar waar dat dan het verkeer in geval van een afname dan naartoe zou zijn, is moeilijk in te schatten. Zo. En zeker niet op basis van die cijfers. Maar we gaan er wel vanuit dat er een beperkt effect moet zijn op vlak van de modal shift. Dus bijvoorbeeld versus
binnenvaart. Twee, meneer Sintobin, was dat voorzienbaar met het klein probleempje dat we nog hebben met betrekking tot de moeilijkheid omdat we geen nummerplaatgegevens met alle landen kunnen uitwisselen. Dus er zijn beperkte overeenkomsten nu, denk ik, onder andere met Nederland, waar dat wel het geval is. Of met Frankrijk ook, denk ik. Nu, dat is heel beperkt, dus we wisten dat vanzelfsprekend op voorhand, maar de problematiek was nu niet van die aard om te gaan zeggen, Jan, dan gaan we wachten met dit systeem. En ik heb er nog eens op gewezen, met de invoering van de kilometerheffing, ik heb er nog eens op gewezen dat uiteindelijk de mazen net dermate beperkt zijn, dat wanneer die vrachtwagens zich opnieuw op ons grondgebied begeven, ja, dat die automatisch toch worden van de baan geplukt. Dus er stelt zich, denk ik, maar een zeer, zeer miniem probleem. Het enige waarvoor dat we nu ook bekijken hoe dat we voor dat veertigtal landen de rechtsinstrumenten wat inventariseren met het oog op de uitwisseling van nummerplaatgegevens, is vooral vanuit het oogpunt van administratieve vereenvoudiging. En dat het dan voor ons vlotter zou gaan om te kunnen factureren. Dat is vooral het uitgangspunt en niet zozeer het feit dat we niet zouden kunnen in. Wat betreft de meetpunten, ja, ik weet nu niet over welke metingen het gaat en door wie dat die verricht zijn. Maar wij zijn nu bezig en ik veronderstel dat die telling alleszins geen deel uitmaakt van de geofficialiseerde metingen die wij gedaan hebben. Want je moet natuurlijk dezelfde methodologie gebruiken en op dezelfde punten gaan meten, dat moeten we dan wel weten. Hè? Dus dat je geen appelen met peren gaat vergelijken. En ga ik vroegtijdig in functie dan voor zover die meetgegevens dan volledig accuraat zijn, ga ik of kan ik vroegtijdig dan ingrijpen? Ja, u moet weten, als we het betoelde wegennet zouden aanpassen, dat er een decretale wijziging vereist. Omdat alle wegen in kwestie nominatum vermeld staan in de bijlage van het decreet, zoals hier ook goedgekeurd. En dat wil dus zeggen dat bij elke aanpassing we een decreet moeten wijzigen. Dus dat we zullen die oefening dan ook in één keer moeten doen. Want als we voor elke weg, na afloop van elke telling, al dan niet accuraat de decreet gaan moeten wijzigen, gaan we wel, denk ik, een tijdje bezig zijn en met ook alle gevolgen van dien mogelijk in functie van de rechtszekerheid. Dus nee, dat nog niet, maar dat belet niet dat andere infrastructurele maatregelen kunnen worden genomen op die vermeende sluipwegen. En meestal is dat trouwens ook een sluipweg in handen van lokale overheid. Dan staat de lokale overheid natuurlijk altijd vrij om infrastructurele ingrepen te doen, als dat kan, ook even in overleg met de buurgemeente, minstens. Dank u wel. Slotwoord voor u, meneer Sintobin. Nee. Goed, dan is deze vraag om uitleg afgehandeld. Dan hebben we de volgende vraag om uitleg van de heer Keulen over ongevallen op autosnelwegen. Meneer Keulen. Dank u wel, voorzitter, minister, goede collega's. De laatste volledige week van augustus, en iedereen gaat zich dat nog voor de geest kunnen halen, vielen er een aantal zware verkeersongevallen te betreuren op de Vlaamse autosnelwegen, minister. En we zitten dan op de E40, de E313 en de E314, met zowel blikschade, maar ook menselijk leed tot gevolg en vele files als een bijkomend lastpunt. De oorzaken van elk ongeval waren zeer divers en in de kijkfiles gebeurden ook enkele ongevallen. Waarschijnlijk was het vooral een combinatie, minister, van het uitzonderlijk mooie weer en de gebruikelijke tocht naar de kust enerzijds. En anderzijds, minister, het einde van de vakantie voor heel wat werkende mensen en de bijhorende grotere drukte op de autosnelwegen. Ondanks de snelle takeling door de goed uitgeruste fastploegen en de calamiteitenroutes die overal duidelijk aangeduid zijn, blijkt, collega's en minister, eens te meer dat een ongeval op de Vlaamse autosnelwegen vrijwel onmiddellijk tot grote files leidt. Zitten de fastploegen ook vast in de files? Vraagteken. Zijn de calamiteitenroutes te onbekend bij de automobilisten? Ook een vraagteken. Of rijden de meeste mensen rond zonder GPS-toestel waarop ongevallen en alternatieve routes worden weergegeven? Nog een vraagteken. Toch tonen deze ongevallen vooral aan dat op het vlak van de verkeersattitudes, dus omgaan met een verkeersongeval en de daarbij horende kijkfiles, dat er, minister, nog, en dat is dan eigenlijk een mooie
uitdrukking in dit geval, dat er nog een hele weg is af te leggen. Deze week is het de week, dat weten we, zonder vluchtmisdrijf. Dat is een initiatief van het BIVV en de VZW rond punt. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de reactie van mensen na een ongeval. Dit soort campagnes spelen in op attitudes die noodzakelijk zijn na een ongeval. En vluchten hoort daar niet bij. Maar gebeurt, spijtig genoeg, bij 1 op de 10 ongevallen wel. Twee vragen, minister. Ten eerste, onderneemt u initiatieven om de calamiteitenroutes meer bekendheid te doen krijgen? Zijn er afspraken met producenten van GPS-toestellen gemaakt om dit op te nemen in hun kaarten? Al blijkt uit recente cijfers dat veel mensen hun GPS-kaarten nooit updaten, bestaat er een mogelijkheid om dit item mee op te nemen in de campagnes van uw departement? En dan tweede reeks van vragen, ook laatste reeks vragen, met betrekking tot de calamiteitenschermen. En dat is dan om de kijkfiles te voorkomen. Is er in 2013 een resolutie door dit parlement gestemd? En heeft uw voorganger, minister Hilder Krevits, in datzelfde jaar een proefproject op poten gezet? Ondertussen zijn hier weinig verdere stappen in ondernomen. Heeft de minister nog de intentie om verder te gaan met dit soort schermen? Of zijn er alternatieven mogelijk om kijkfiles, minister, om die te beperken? Dank u wel, meneer Keulen, minister. Dank u wel. De calamiteitenroutes die worden inderdaad gebruikt als omleidingsroute, vooral bij ongevallen waarbij dat de snelweg voor een langere tijd geblokkeerd wordt. Iedereen kent dat, die borden met ook het gebruik altijd van een letter. Nu, van zodra een calamiteitenroute actief wordt, gaat het verkeerscentrum ook, het Vlaams verkeerscentrum, gaat zowel via de radio als via dynamische borden boven de weg meedelen welke routeletter je dan moet volgen. Vanaf de afrit word je dan via de meest geschikte gewestwegen omgeleid naar de volgende oprit, waar je terug ook de snelweg op kan om je oorspronkelijke weg te kunnen voortzetten. Algemeen geldt dat hoe meer data de aanbieders van GPS-toestellen ter beschikking hebben of GPS-data, hoe beter zij natuurlijk ook in staat zijn om de weggebruikers op een correcte manier te gaan sturen. Het is zo dat concrete afspraken om die calamiteitenroutes mee op te nemen in hun kaarten, dat die niet gemaakt zijn in het verleden, maar we zijn er op administratief niveau wel mee bezig. Als het gaat over sensibiliseringscampagnes, ben ik minder mee, omdat we natuurlijk daar in eerste instantie de sensibiliseringscampagnes vooral richten op de grootste killers in het verkeer. U kent die initiatieven. Met betrekking tot het betere bekendmaken van calamiteitenroutes willen we via dat kanaal niet zozeer gaan promoten. Het is ook zo dat het inschakelen van die calamiteitenroutes vooral onder een soort politionele begeleiding ook gebied. Dus het is op suggestie van de politie dat we dat doen, op suggestie van de verkeerspolitie. En blijft nog altijd een backup maatregel. Dus in die zin, gelet op soms de routes ook die worden gesuggereerd, willen we dat dat een uitzondering blijft op de regel. En niet gaan promoten als zijnde een alternatief op constante, op permanente basis, maar enkel wanneer ze zich effectieve calamiteiten voordoen. Nu, in 2013 werd door mijn voorgangster werd een haalbaarheidsstudie calamiteitenschermen uitgevoerd. Dus dat is het tweede deel van uw vraag. Er werd er bekeken of het aangewezen is om ook in Vlaanderen gebruik te maken van zulke schermen. Waarbij dat men ook naar het buitenland is gaan kijken. Ik denk dat het agentschap Wegen en Verkeer die studie heeft uitgevoerd. Met dus de soorten schermen die men gebruikte, de geschikte locaties, de kosten en de baten. Nu, de conclusie van die studie was, als men de kosten-baten tegen elkaar afwoog, eerder in negatieve zin. Namelijk, het zou er wel voor kunnen zorgen dat kijkfiles in principe gedeeltelijk zouden kunnen afnemen, maar men wees op enkele structurele problemen en beperkingen, negatieve aspecten. Bijvoorbeeld, in de organisatie in het buitenland is er een belangrijke taak weggelegd voor de wegeninspecteurs. In Vlaanderen zijn er natuurlijk maar een beperkt aantal die in hoofdzaak andere taken hebben, zoals de controle, technische keuring langs de weg. Dus zodoende, dat zouden we dan door een andere instantie moeten laten gebeuren. Er werd dan ook gedacht richting civiele bescherming, maar ook daar was hem niet echt onmiddellijk vragende partij.
Het aspect van veiligheid. Het plaatsen van calamiteitenschermen vereist natuurlijk dat extra mensen op de ongevalslocatie aanwezig zijn en dus dan zelf wat risico lopen. Drie, het gebruik. Namelijk dat calamiteitenschermen pas in een beperkt aantal gevallen kunnen worden ingezet. En dat men eerst aan een heel aantal voorwaarden moet voldoen, namelijk in zaken afhandelingstijd, dus meer dan 2 of 3 uur. Weersomstandigheden, locatie op een vlak terrein en geen inname van een extra rijstrook, intensiteiten, druk verkeer dat verwacht wordt, veiligheid, het opstellen kan ook op een veilige manier gebeuren en toelating, waarbij dat discussie natuurlijk speelt, heeft men dan eerst een akkoord nodig van politie en of hulpdiensten vooraleer die calamiteitenschermen kunnen worden opgesteld en tot slot ook wat betreft de kostprijs, doordat elke set calamiteitenschermen slechts enkele keren per jaar zou ingezet kunnen worden, ook het aantal aanbieders beperkt is, zou de kostprijs wel heel hoog kunnen uitvallen. Dus daarom heeft mijn voorgangster ook, zoals gezegd, met het idee gespeeld voor een proefproject, maar dat spoor heeft men verlaten, omdat de civiele bescherming die verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning in geval van calamiteiten zich ook niet kon of wou engageren om die calamiteitenschermen ook op te stellen na een oproep van de wegpolitie. Meneer Keulen. Ja. Het verhaal van, denk ik, het gebruik van de alternatieve routes, de calamiteitenroutes. Ik begrijp uw punt dat je zegt, je moet oppassen dat je niet inderdaad een institutioneel sluikverkeer tot stand brengt. Hè. Dat is eigenlijk de bottom line van uw verhaal. Ik denk wel dat het toch goed is dat mensen daar op een of andere manier worden op gewezen dat dat bestaat. Ik denk dat gewoon heel veel mensen zelfs niet helemaal doorhebben hoe op dat vlak hun GPS werkt en dat er wel mogelijkheden zijn. Want vandaag wordt het net verkeersonveilig omdat sommige van die files letterlijk kilometers lang zijn en ook in tijd een half uur tot een uur kunnen oplopen, waardoor er ook eigenlijk een stuk verkeersonveiligheid ontstaat net omwille van de lengte van de file. En daar moet toch ook met de techniek zoals die vandaag is, mensen op een of andere manier kunnen geattendeerd worden op het ogenblik dat zich zo'n dergelijke monsterfile voordoet. En je hebt dat vandaag toch minstens 1 keer per week ergens in Vlaanderen. Allee, ik ga zelfs daar even op door als het gaat over de calamiteitenschermen. Dat men daar eigenlijk, ik denk dat een heel deel mensen daar onwetend in zijn. Dus ook daar het ideaal is de vijand van het goede, oppassen dat je inderdaad niet institutioneel sluikverkeer organiseert op de gewestwegen en dus eigenlijk op de plaatsen waar de mensen wonen, maar tezelfde tijd ook mensen attenderen in geval van een dergelijk incident, van een grote file, dat er alternatieven mogelijk zijn en dat de GPS daarin eigenlijk praktisch kan helpen om die te vinden en daar ook veilig uw voortgang van uw verplaatsing langs te doen. Al was het maar niet alleen omwille van economische schade, tijdverlies om dat te beperken, maar ook omwille van verkeersveiligheid. Want lange files, dat geeft ook weer aanleiding tot andere verkeersongevaarlijke situaties. Verkeersgevaarlijke situaties, ik verspreek mij. Twee, wat de calamiteitenschermen betreft, het bestaat in Nederland. Ik begrijp dat daar eigenlijk het wegbeheer op een andere manier is georganiseerd met andere taken. Maar ik vind het toch ook heel veel uitleg om iets eigenlijk niet te moeten doen waar men uiteraard wel altijd een plausibele uitleg voor heeft. Maar ik denk dat het hier gaat om een hoger belang. Het gaat over een stuk economische schade beperken. Tijdverlies is niet te schatten. En twee, ook de verkeersveiligheid. Ik geef gewoon 2 voorbeelden waar ik nu zelf getuige ben van geweest en tezelfde tijd ook leidend voorwerp. Afgelopen maandag, ik was op weg naar het partijbureau van de Open VLD. En dus, ter hoogte van Aarschot op de E314 is daar eigenlijk een heel zwaar ongeval gebeurd waar op een zeker ogenblik zelfs de cabine van de truck die betrokken was afgescheurd en waar 3 of 4 wagens letterlijk op de landerijen langs de weg gewoon waren gecatapulteerd. Alleen al naar kijkspektakel heeft dat dus die file ongelooflijk verlengd. Twee, terwijl dat we in de file stonden, werd omgeroepen dat er in de staart van de file, ter hoogte van Bekkenvoort, opnieuw een nieuw accident was gebeurd. Het verhaal van de economische schade aan de ene kant, maar de verkeersveiligheid aan de andere kant. 2 weken daarvoor, en dan zitten we opnieuw op de maandag, en toen was ik op weg naar het bureau hier van het Vlaams Parlement, de voorzitter had ons voor de eerste keer uitgenodigd, is daar ter hoogte van Bertum
en dan al op de E40 in een camion met koekjes op zijn zij gegaan. Het is me nog altijd een raadsel hoe zoiets kan, maar dat heeft ook een halve dag geduurd. Dat zijn telkens accidenten en iedereen heeft daarmee te maken gehad die eigenlijk, laten we zeggen, ten oosten van de Zenne woont in Vlaanderen. Dus die koekjes moesten geruimd worden, daar kunt je nu mee lachen, maar die camion lag daar op zijn zij. De kijkvielen en het tijdverlies en ook dan weer de onveilige situaties die dan gebeuren in de staart van een dergelijke file, die zijn niet bij de haren getrokken als ik het daarover heb. Die zijn reëel en ieder van ons kan daar spijtig genoeg week na week illustraties van geven. En vandaar dus toch dat pleidooi voor die calamiteitenschermen. Hoe men het organiseert, het blijft me eigenlijk ook gelijk. Daar is altijd wel een reden om het niet te moeten doen. Maar ik zeg u, om economische schade en tijdverlies wat daarmee samenhangt, om dat te vermijden, maar vooral ook om de verkeersveiligheid te bevorderen, want dat hangt ook samen met doorstroming. Stilstaan is aardsgevaarlijk op een autosnelweg. Dat weten we allemaal, omdat een aantal mensen niet doorhebben, blijkbaar, of niet genoeg opletten dat het verkeer op een zeker ogenblik is stilgevallen ten gevolge van een incident of van een accident, is denk ik het toch absoluut noodzakelijk om rond de uitrol van die calamiteitenschermen op een zeker ogenblik toch te zeggen, laten we nu eens samen zitten met verschillende diensten en eens kijken hoe we dat wel kunnen organiseren. Ik wijs niemand met een beschuldigende vinger, maar ik denk dat de voorbeelden die ik geef uit het leven zijn gegrepen en ook meteen de ernst van de situatie ook illustreren. Dus minister, in twee zinnen, calamiteitenschermen, gaspedaal induwen en op doorzetten om dat beeld te gebruiken. En dan twee, wat betreft de GPS-routes en het feit dat dat voorhanden is, op een of andere manier toch in een campagne, in een sensibilisering aan mensen duidelijk maken om op die manier ook daar de doorstroming eigenlijk een kans te geven en de verkeersveiligheid te bevorderen door te vermijden dat mensen lang stilstaan op een autosnelweg. We wensen nog iemand aan te sluiten. Meneer de minister. Ja, wel, wat de schermenproblematiek betreft heb ik de afweging gegeven, de kosten-baten. Ik weet ook niet in welke mate, maar dat is een strikt persoonlijke overweging, in welke mate dat plaatsing van schermen ook niet afbreuk doet aan de saillantie en de onhebbelijkheid van de menselijke natuur om toch nog proberen over het muurtje te kijken. Dus dat je nog de aantrekkelijkheid verhoogt en het aanzuigeffect om wanneer je schermen plaatst, dat mensen nog meer de neiging hebben, want kan ik niet over het muurtje kijken om toch nog iets te zien. En ik denk sowieso ook wel, zelfs als je calamiteitsschermen plaatst, dat zal ook ervoor zorgen dat bij elk incident kijkvielen zullen ontstaan. Ik denk niet dat calamiteitenschermen automatisch tot gevolg hebben dat er dat er geen kijkvielen meer zullen zijn. Het is wel inderdaad zo wat de calamiteitenroutes betreft. GPS-aanbieders zijn we momenteel aan het bekijken samen met de administratie. Ik bekijk ook eens in welke mate dat, en daarin heeft u zeker een punt, gewoon het systeem moet beter bekend worden. En in welke mate dat ook aan bod komt in het kader van de rijopleiding of dat daar aandacht wordt aan besteed. Want het zijn inderdaad nog vele chauffeurs, en aan uzelf kent je de halve wereld, ik wist het vroeger ook niet hoor, waarvoor dat die gele borden dienden met die letter op. Ik dacht dat het enkel iets voor vrachtwagens was of zoiets. Maar dus de bekendmaking van het systeem, van het bestaan van het systeem, waar dat je als chauffeur uiteindelijk enkel maar van kunt profiteren, dat we dat nog meer voor het voetlicht moeten plaatsen. Ja. Meneer Keulen. Afronding. Ja, een goed antwoord, zeker het laatste deel. Het curieuze neuzen bij accidenten en de calamiteitenschermen. Ja, minister, ik denk altijd, Nederlanders zijn ongelooflijk zakelijk. Zelfs als iets heel emotioneel wordt, als zij het wel doen, denk ik toch dat daar vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, vanuit het oogpunt van doorstroming en het beperken van tijdverlies en dus van economische schade, dat daar toch winst valt te puren. Neem dat alstublieft toch mee, begraaf dat niet te snel, die calamiteitenschermen. Dank u. Dan is deze vraag om uitleg afgehandeld en kom ik tot de vraag om uitleg van mevrouw De Ridder over de toegankelijkheid van de Westerschelde. Mevrouw De Ridder. Dank u, voorzitter, meneer minister, collega's. Iedereen zal ook de berichten hebben kunnen lezen afgelopen zomer betreffende de plannen die Nederland heeft om een windmolenpark op de Noordzee te ontwikkelen. Nu, fantastisch. Iedereen is daar mee bezig, het ontwikkelen van groene energie. Het windgebied Borselee zou op termijn zo'n 1400 megawatt aan windenergie moeten produceren. Goed voor zo'n 1,5 miljoen huishoudens. Maar
En dan komt de grote maar. Om deze energie aan land te brengen, zou de Nederlandse overheid 4 kabels willen leggen in de vaargeul van onze allergeliefde Westerschelde. We hebben gemerkt of kunnen vaststellen dat het havenbedrijf Antwerpen daar eind augustus formeel beroep heeft tegen aangetekend bij de Nederlandse Raad van State. Nu, dat werkt daar niet zoals onze eigen interne Raad van State. Ik laat mij vertellen dat daar wel op een paar maanden uitspraak overkomt. Ze hadden eerder al bezwaarschrift ingediend, dat werd afgewezen. En hun argumentatie is hoofdzakelijk of bestaat uit hoofdzakelijk volgende punten. Zij zeggen, kijk, die kabels die bedreigen de scheepvaart op de Schelde, gaat eigenlijk in tegen de Scheldeverdragen die voor ons zo belangrijk zijn en ons dierbaar zijn. De Scheldeverdrag die ook Vlaanderen afsloot met Nederland. En dat gaat dan heel concreet over de diepte van de kabels, hun bezwaren, de gevolgen voor de toegankelijkheid van de grootste schepen en de gevolgen voor de veiligheid bij noodankering. En ik voeg er nog eentje aan toe in mijn mondelinge vraagstelling, ook de gevolgen naar verzekerbaarheid en mogelijke risico's. Die diepte van die kabels, men zegt dat zou 25 meter diep moeten zich situeren. Nederland wil maar tot 16 gaan. Waarom? Omdat heel concreet die morfologie of het dynamische karakter van het gebied heel belangrijk is. Het gebied in de Westerschelde bestaat uit verschillende platen en geulen die over elkaar bewegen, die ook sterke wijzigingen ondergaan. En men zegt van kijk, die wijzigingen kunnen oplopen tot maar liefst verdiepingen of verondiepingen van gemiddeld 1 meter per jaar over een periode van 15 jaar, wat neerkomt op een verschuiving van zo'n geul of een verontdieping van 15 meter over een periode van 15 jaar. Toch niet onbelangrijk. Jullie weten allemaal dat de Schelde natuurlijk een van onze economische levensaders is voor Vlaanderen. Geeft toegang tot een van onze belangrijkste economische poorten, de haven van Antwerpen. Maar uiteraard wil ik ook, collega de Klerk, de haven van Gent niet vergeten. Ook afhankelijk van die belangrijke levensader. Vrije toegang is dan ook van primordiaal belang. Elke belemmering van de scheepvaart op de Schelde, meneer minister, is uiteraard een bedreiging voor de jobs van de honderdduizenden Vlamingen die werken in en rond onze havens. Ik heb dan ook een aantal vragen voor u. Eerst en vooral, eerste vraag, is Vlaanderen op de hoogte van de plannen van Nederland om een windturbine op te starten? En heeft Vlaanderen kennis gekregen van de verschillende tracés en uiteindelijk tracékeuze? Het antwoord daarop is ja, uiteraard. Ik heb het inmiddels ook al zelf kunnen vernemen en lezen. In een artikel Gazet van Antwerpen van 27-28 augustus staat dat ook het Vlaams gewest reageerde. Dus ja, Vlaanderen is op de hoogte, maar de volgende vragen zijn dan relevanter. In welke zin reageerde Vlaanderen? Tweede vraag, heeft Vlaanderen onderhandelingen gevoerd met Nederland over dit dossier en kan u meer vertellen over de directe betrokkenheid van Vlaanderen in aanloop naar de tracékeuze? Derde vraag, zo ja, wat is dan de uitkomst van die onderhandelingen? En belangrijkste lijkt mij de garanties die daar zijn besproken. Heeft Vlaanderen daar al voldoende garanties gekregen om de veiligheid en de toegankelijkheid te kunnen blijven garanderen? Vraag die daarbij mee samenhangt. Vierde vraag, heeft Vlaanderen ook de afweging gemaakt om een procedure op te starten zoals het havenbedrijf Antwerpen? Dat resulteerde, weten we ondertussen ook, niet in de daadwerkelijke opstart van een procedure. Maar ja, graag wat toelichting bij de argumentatie daarvoor. Betekent dat heel nadrukkelijk dat Vlaanderen op dit ogenblik al voldoende garanties heeft bekomen? Of dat Vlaanderen ervan uitgaat dat ze op zeer korte termijn wel die garanties zal kunnen bekomen. En over welke garanties gaat dat dan? En dan voeg ik er ook meteen aan toe het belangrijke verzekeringstechnische element. Wanneer eerst en vooral is de garantie natuurlijk hoe diep liggen die kabels en wat betekent dat voor noodankering. Maar worden daarbij ook de verzekeringstechnische elementen bekeken, zodat eventuele risico's nooit als commercieel argument tegen onze havens kunnen gebruikt worden. En ik verklaar mij nader, Nederland zou willen, zeg ik wel, zou willen, dat bij schade aan kabels het schip steeds de volledige aansprakelijkheid of volledige schade zou moeten op zich nemen. En dat zou mogelijk ook tegen ons kunnen gebruikt worden in de toekomst commercieel. En dan een laatste vraag. Wat brengt de toekomst? Welke stappen zal Vlaanderen nog zetten of ondernemen? Zowel uiteraard
in onderhandeling, waar we eerst en vooral hopelijk op inzetten als desgevallend juridisch. Tot daar mijn vraag. Minister, heel wat vragen voor u. Ja, daarom zit ik hier. We zijn natuurlijk op de hoogte van de plannen van Nederland om zo'n windturbinepark op te starten. Het is zo dat in eind september 2014 dat Nederland drie locaties heeft aangeduid. Dus nieuwe infrastructuur voor windenergie op zee, om die te realiseren in drie gebieden, namelijk Borselen, Hollandse kust Zuid-Holland en Hollandse kust Noord-Holland, voor een totale capaciteit van een 3500 megawatt. Het project van Borselen dat zal daarbij of zou moeten als eerste worden gerealiseerd. En dat zou gepaard moeten gaan met aansluiting van het nieuwe windmolenpark op het landelijke elektriciteitsnet via een transmissiesysteem op zee. En wat inhoudt dat er vier transmissiekabels zouden worden gebruikt van 220 kilovolt. Dat die zullen worden aangelegd tussen de platforms, dus de offshore platforms, en het landelijk elektriciteitsnet, dus op elkaar aansluiten. Vanaf november 2014 tot heden zijn er in dit dossier verschillende consultaties geweest, zowel formeel als informeel, tussen Nederland en Vlaanderen. En dat ook zowel op administratief niveau als op politiek en diplomatiek niveau. Nu is het vanzelfsprekend zo dat Vlaanderen nu niet bepaald wild enthousiast is van de gekozen oplossing om het tracé door de Westerschelde te laten lopen, gelet op ook de risico's die dat met zich zou kunnen meebrengen vanuit het perspectief van de scheepvaart en de Vlaamse belangen. Het doel van die onderhandelingen in de afgelopen periode is natuurlijk ook altijd geweest om die risico's te mitigeren. Het feit dat Haven van Antwerpen ondertussen de beroepsprocedure heeft opgestart, heeft natuurlijk ook consequenties op die onderhandelingen. En ik denk zowel dat we moeten onder ogen zien, zowel in positieve zin als mogelijk ook de negatieve. Ik bedoel daarmee de positieve zin, ja, het is dan een stok achter de deur, zeg maar, en dus toch een zekere vrijwaring van rechten in hoofden van de Haven van Antwerpen. Dus druk zetten om te komen tot een oplossing, maar het is misschien ook wel een tegen- of een keerzijde waarbij dat we wel ervaren in de onderhandelingen die we nu nog bezig zijn, dat de Nederlanders natuurlijk wat terughoudender geworden zijn om bepaalde concessies te doen en zeker om bepaalde concessies te formaliseren, omdat men vreest dat men dan nog concessies zou kunnen doen die dan komen bovenop eventuele opgelegde concessies door de Raad van State. En anderzijds is het natuurlijk ook zo dat een beroepsprocedure het risico inhoudt dat Nederland de kabel zou kunnen aanleggen zonder de engagementen of een deel van de engagementen aan te gaan die dat men anders in het kader van compromis wel bereid zou zijn om op te nemen. Dus dat is gewoon de keerzijde die we ook onder ogen moeten nemen. De Vlaamse overheid heeft zich niet aangesloten bij de beroepsprocedure van de haven van Antwerpen, omdat dat ook geen enkele meerwaarde heeft en omdat wij dat ons toelaat om ondertussen ook te blijven onderhandelen. Terwijl we meteen ook wel een zekere stok achter de deur hebben. Dus in de luwte gaan we verder met die besprekingen om een afdoend compromis te kunnen vinden waarbij de procedure voor de Raad van State geldt als die ultieme stok achter de deur. In overleg met Nederland zijn we toch ondertussen een aantal belangrijke engagementen gekregen die denk ik essentieel zijn voor het vrijwaren van de scheepvaart en de nautische toegankelijkheid. Maar ik kan daar niet al te veel details over geven, gelet op de nog lopende onderhandeling. Inhoudelijk kan ik wel meegeven dat uit berekeningen van het risico op schade aan de kabels door ankers blijkt dat dat risico beperkt is tot 1 op 20.000 jaar. Dus hoewel de Nederlanders, denk ik, ervoor bekend staan om zich zeer goed te beschermen tegen overstromingen, is de kans op schade aan die kabels dus nog kleiner. En dat is natuurlijk mede te danken aan het feit ook dat de kabels, wat de Westerschelde al sinds betreft, dat die een dekking zullen hebben van minstens 3 meter. Meestal meer, maar een minimale dekking van 3 meter. In de onderhandelingen blijven we wel oplossingen zoeken, zodat het overblijvende risico
dat misschien natuurlijk theoretisch van aard is, maar altijd een risico blijft, dat dat geen risico betekent voor de scheepvaart. En we werken daarbij naar een algemeen akkoord met concrete afspraken die moeten worden vastgelegd in een besluit van politiek college van de VNC, dus van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, op hopelijk ook de Vlaams-Nederlandse top die plaats heeft begin november van dit jaar. En dat is een beetje onze doelstelling om naar dat momentum toe te werken om een gedragen compromis, een gedragen akkoord te kunnen bereiken. Mevrouw de Ridder. Dank u voor uw antwoord. Ik onthoud dus de dubbele positie waarbij u zegt van kijk, Vlaanderen, belangrijk dat we kunnen blijven onderhandelen, maar actie vanuit Antwerpen wel goed, omdat dat een stok achter de deur is. Ik begrijp dat u niet veel kan zeggen over concrete concessies. Ik verwacht dat ook niet van u vandaag, maar ik vind het wel een belangrijk signaal dat u zegt dat er belangrijke bijkomende garanties verkregen of gekregen worden. Dat is natuurlijk cruciaal met het oog op ook eventueel het afsluiten van een procedure of het landen op een gezamenlijk akkoord. En dat betekent dat we nu al verder staan dan de afgelopen maanden of de periode een paar weken geleden toen het nieuws bekend werd. Het is natuurlijk wel zo dat onze dierbare noorderburen natuurlijk doorheen de geschiedenis het wat uitgehangen hebben, als ik het zo mag zeggen, en de perceptie alleszins wat tegen hebben gekregen. Ik wil niet teruggrijpen naar het afsluiten van de Schelde of de lange periode van tolheffing die erop geheven werd. Maar bon, nu een kans, denk ik, om te bewijzen dat zij het goed met ons ook voor hebben en met die Vlaamse havens. Dus ik hoop dat u uw inspanning kan verder zetten. Ik ben alleszins tevreden met de timing. Dat is ook op korte termijn, begin november, die top dat er zou kunnen geformaliseerd worden. En ik hoop dat we dan met z'n allen kunnen vaststellen dat er meer concessies zijn gegeven en dat er wel degelijk garanties zijn gegeven die Vlaanderen nodig heeft. Toch nog eens inderdaad het belang van, u is het ook aangeraakt, verzekeringstechnisch en het risicoverhaal. Ik denk dat dat cruciaal is met het oog op ook commerciële situatie in de toekomst, dat dat nooit tegen ons zal kunnen ingeroepen worden. Maar ik ben vol verwachting naar de afloop en we zullen begin november ongetwijfeld daar meer over vernemen. Meneer De Kort wil aansluiten. Ja, dank u wel, voorzitter. Nu, ik vraag me eigenlijk af, meneer de minister, of dat wij vanuit Vlaanderen in deze wel voldoende alert eigenlijk hebben gereageerd. Of dat het ook niet goed was, zoals het gemeentelijk havenbedrijf, om daadwerkelijk ook mee een procedure ten aanzien van Nederland op te starten. En waarom, ik verklaar mij nader, als we zien hoe lang dat we vroeger eigenlijk omtrent de Scheldeverdieping hebben gedaan, en hoe dat we daar omtrent het verplaatsen van een kruimel zand, welke tijdsperiode dat we daar hebben voor moeten opvolgen, dan vind ik dat hier de Nederlanders wel zeer vlug er eigenlijk geen enkel probleem daaromtrent eigenlijk maken en toch een bijzonder groot risico inbouwen naar de toekomst toe en op die manier eigenlijk de vrijheid van scheepvaart en de nautische toegankelijkheid op die manier verhinderen. En ik blijf dan toch wel wat op mijn hoede in verband eigenlijk met de onderhandelingen van de Nederlanders. Gelet op eigenlijk op het verleden, dat ik me toch wel mijn aantal dossiers die ik ook heb van kort bij heb kunnen opvolgen, dat ik me eigenlijk hier afvraag of dat we echt niet echt moeten vrijwaren om de verdragen, om de overeenkomsten die zijn afgesloten en hier gewoon pleiten van vrijheid van scheepvaart. We nemen geen enkel risico, want ik vind het ook onvoldoende dat men gewoon zegt van ja, er zal wel een minimale vulling zijn van 3 meter boven die kabel die dat wordt aangelegd. We hebben hier te maken met een bewegende Schelde. Dus ik vind dat eigenlijk een onvoldoende antwoord dat wordt gegeven en dat we op die manier veel te veel onze vrijheid van scheepvaart en de nautische toegankelijkheid opgeven. Minister. Ja, dus nog eens, ik kan niet op alle details ingaan, maar als u verwijst naar de bewegelijkheid, is het natuurlijk ook zo dat als je in een vergunning een diepte afspreekt, dat er ook daaraan de verplichting wordt gekoppeld tot onderhoud van die diepte. Dus wanneer dat dus tot monitoring en onderhoud van die diepte, zodoende dat je altijd zeker weet, op basis van regelmatige controle en testing, dat die afgesproken diepte, dat die inderdaad wordt behouden.
maar dat we dat ook regelmatig checken. Dus dat, ik denk dat dat wel voor zich spreekt. Waarom hebben we niet geparticipeerd in de procedure? Omdat enerzijds dat geen meerwaarde biedt. Ik denk dat het belang in de procedure bij de Raad van State van het havenbedrijf wel duidelijk is. En dat er geen toegevoegde waarde is, moest Vlaanderen, dus juridisch, zuiver juridisch bekeken, moest Vlaanderen daarin participeren. En twee, omdat ons dat de mogelijkheid geeft om toch verder te kunnen blijven onderhandelen. Dus in functie van het te bereiken resultaat, denk ik dat dat een verantwoordelijke positie is als goede huisvader. En die, ik zeg het, misschien zelfs ook een beter resultaat kan bereiken, ook ten voordele van de Antwerpse haven en de Westerschelde en het mitigeren van de risico's, dan wanneer dat we zuiver en alleen de juridische weg zouden bewandelen. Slotwoord, mevrouw de Ridder. Ja, nogmaals dank. Ik denk dat we vanuit Antwerpen allemaal dezelfde bekommernis delen, maar dat het daarom belangrijk is dat er net verder wordt gegaan in onderhandelingen en de bevestiging van de minister hier vandaag, dat er belangrijke bijkomende garanties hopelijk zullen kunnen worden bekomen. En dan zullen er twee instanties de verdiensten aan hebben. Ik denk de druk op de ketel die schouder vanuit Antwerpen, maar ook de minister en zijn diensten die wel met Nederland verder hebben onderhandeld. En hoop dat we ervan mogen uitgaan dat ze hun goede trouw zullen bewijzen en ook zullen bewijzen dat ze beseffen wat het belang is voor die Vlaamse havens en ons ook dat belang in die havens en die toegankelijkheid gunnen, want dat is in het verleden inderdaad niet altijd het geval geweest. Goed, dan is deze vraag om uitleg afgehandeld en dan hebben we de samengevoegde vragen van de heer De Klerk en de heer Van den Broeke over het afschaffen van de praatpalen en de communicatie daar rond van overheidswegen. Dus ik geef eerst het woord aan collega De Klerk. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, collega's, meneer de minister. De praatpalen gaan op pensioen. Sinds 1960 sieren ze het autosnelwegbeeld en langs geen Vlaams gewegen zijn er ongeveer 1350 praatpalen, is Vlaanderen rijk, maar die gaan nu op pensioen. En om dat aan te kondigen en de burger te informeren, werd er een informatiecampagne, uiteraard langs heen diezelfde Vlaamse wegen, georganiseerd om dat kenbaar te maken bij de gebruikers, bij de automobilisten. Die campagne heeft een €10.000 gekost en die zijn door uw diensten gelanceerd op 6 september met als kernboodschap: bij pech bel je voortaan 112, 112. Maar een dag later gaf u als bevoegde minister meteen eigenlijk de opdracht om deze campagne te verwijderen, want de bedoeling is om dan de praatpalen te laten verwijderen tegen november van dit jaar, een dikke 2 maanden. En was ook minister Jan Bon, verantwoordelijk voor de noodcentrales, stelde heel duidelijk in de pers van: kijk, dat kan echt niet de bedoeling zijn om bij pech die nummer te bellen. Die noodcentrales zijn overbelast, je denkt daar 3 keer over na vooraleer je die nummer belt. Er is dan, goed zou ik zeggen, maar misschien beter vooraf had plaatsgevonden, een overleg geweest tussen uw kabinet en het kabinet van de bevoegde federale minister voor de noodcentrales. En dan is er ook afgesproken om effectief inderdaad die campagne te stoppen en daar komaf mee te maken. Nu goed, ik denk dat dat allemaal had kunnen vermeden worden, maar dat is het verleden. We kijken naar de toekomst. Meneer de minister, hoe komt het dat het urgentienummer 112 eigenlijk in die campagne is voorgesteld? Is er daar effectief goedkeuring gegeven? Ik neem aan, ik ben zelf ook uitvoerend actief politiek, dat er toch overleg is eerst tussen diensten, tussen beleidsverantwoordelijken. Dus in welke mate, meneer de minister, is er daar effectief overleg geweest? En dan ook nog belangrijker uiteraard voor de toekomst, u zei te willen nagaan of een andere campagne nodig zou zijn, is hier ondertussen meer duidelijkheid over. En gewoon eigenlijk naar de gebruikers, want daar doen we toch voor. Waar kunnen zij terecht of waar zullen zij terecht kunnen als er obstakels zijn bij pech? Plant u een nieuwe campagne en krijgt u inderdaad, wat het belangrijkste is, de automobilist tijdig ingelicht over dit alles,
vooraleer tegen, dacht ik, november, meneer de minister, van dit jaar de praatpalen definitief op pensioen gaan. Dank u wel, meneer Van den Broeke. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega's, meneer de minister, ik ga niet herhalen wat collega De Klerk zeer goed heeft geschetst. De context van de campagne die dan op het moment dat ze wordt uitgerold terug moet worden ingetrokken. En mijn vragen zijn eigenlijk dezelfde. Is van, ja, hoe kan het gebeuren dat pas wanneer een campagne in het straatbeeld verschijnt over het gebruik van het nummer 112, dat dan pas de bevoegde minister van Binnenlandse Zaken zijn oog daarop valt om u te zeggen van ja, kijk, die campagne suggereert minstens dat het nummer kan gebeld worden voor minder dringende zaken, terwijl het nummer 112 al overbelast is. Ik had dus graag geweten van ja, wie heeft beslist dat het nummer 112 kan gebruikt worden na het verdwijnen van de praatpalen? Is daar overleg over gepleegd? Is er een kader van de opstart van die campagne overleg gepleegd? Wie heeft het fiat gegeven van die campagne? Hoeveel heeft die gekost? En de belangrijkste vraag is natuurlijk, waar zullen mensen voortaan terecht kunnen wanneer de praatpalen effectief weg zijn en op welke manier gaat u het publiek daarover informeren? Dank u wel, meneer de minister. Dank u wel. Zoals geschetst, er staan een 1300 praatpalen langs Vlaamse wegen. We hadden besloten om, gelet op het alsmaar dalende gebruik ervan en gelet ook op buitenlandse voorbeelden waar men een gelijkaardige politiek voert of al heeft gevoerd, bijvoorbeeld zelfs in landen als de Verenigde Staten, waar dat men daar volledig mee gestopt is. En dat gelegd naast de onderhoudskost van die palen, namelijk €750 per stuk per jaar, dat ons toch in tijden van, of in budgetterbare tijden, dat het toch een zotte kost leek. Vandaar dat we starten met het verwijderen van die palen, waarbij dat tegen medio 2017 dat die zouden moeten verwijderd zijn. Wie en wanneer heeft gekozen voor het nummer 112? Wel, het is wel degelijk zo dat mijn administratie daarover met het federale niveau heeft samengezeten, maar met de federale politie. En in de veronderstelling dat dat ja, de meest aangewezen gesprekspartner was en zonder dat er een vertegenwoordiger aan tafel zat van 112, dus van de noodcentrale, zeg maar. Dus onze diensten hebben, denk ik, volledig ter goeder trouw in deze gehandeld en gedacht, ja, wij zitten aan tafel met het federale niveau, met de federale politie, dat er is bij niemand ook anders opgekomen om daar de centralen in kwestie mee aan tafel te hebben. Dus er is trouwens al in februari 2016 met de federale wegpolitie heeft dat overleg plaatsgevonden, waarbij dat men ook gezamenlijk beslist heeft om dat nummer 112 te vermelden op de bordjes die langs de pechhavens zouden komen te staan. Dus waarbij dat men onder... je weet wel, je hebt van die bordjes die de locatie aanduiden waar een nummer op staat. En was de idee om daaronder dan een... dus daarop staat bijvoorbeeld de ring en er staat ook een nummer, een kilometerpunt. Zodoende dat je een ankerpunt hebt dat je kan doorgeven. En het idee was om daar ook onder aan te brengen, namelijk onder de 12 bij pech of ongeval, dat kan gebeld worden. Dat was de overeenkomst. Men had ook overwogen om desgevallend een ander nummer te gaan hanteren, maar dat heeft men uiteindelijk niet gedaan om te vermijden dat er zo'n wildgroei van nummers zouden bestaan. En trouwens, op Europees niveau heb je net de tegenovergestelde beweging, dat we zeggen, ja, we gaan meer naar uniformiteit en één nummer dat kan onthouden worden en dat overal geldt. Twee, omdat het meer verwarring zou creëren bij de burger, waardoor misschien ook de afhandeltijd van een mogelijk incident zou kunnen stijgen. En drie, omdat het aantal praatpaaloproepen op dit moment zodanig sterk gedaald is, dat geen extra zware belasting zou zijn voor de CIC's, dus het Communicatie- en Informatiecentrum. Dat was de overweging. Vandaar dat men aan onze kant gedacht heeft, oké, gelet op dat gegeven, wij starten een campagne om mensen diets te maken dat er wel een alternatief ook is voor de praatpalen, namelijk 112, zoals besproken met de federale politie. Allemaal goed en wel. Die campagne start begin september met de bedoeling om te lopen tot 10 oktober, maar het is dus iets korter geweest.
tot 14 september, na de communicatie die ik kreeg, dat men zei van in hoofden van het... van de 112 centrale zelf, we zijn al zo onderbemand, overbelast. Als dit er nog bij komt, dan ga je, en daar heeft men wel een punt, dat misschien de campagne zoals door onze administratie dan uitgewerkt, dat die nog meer zou mensen toeleiden naar het nummer 112, ook in geval van kleinere calamiteiten, kleinere pech of een klein mineur ongevalletje. Het bedrag van de initiële campagne, dat was 10.000 euro. Dat was nog kosten natuurlijk voor drukken en plakken. En dat is goed voor een totaal van 44.000 euro. Dus ik herken dat men daar misschien een inschattingsfout gemaakt heeft, maar van perfecte wil, omdat de centrale 112 zelf niet mee aan tafel zat, maar men ging er aan onze kant vanuit dat men sprak met de federale politie, ergo dus ook via die weg met de betrokken centrale. Het was natuurlijk ook wel niet de bedoeling om reclame te maken voor het nummer 112. Het is denk ik bij een platte band of een autopannen nog steeds de bedoeling dat men niet 112, maar de pechverhelpingsdienst zou contacteren. En ik kan wel begrijpen dat je zou kunnen die campagne in ook een andere zin zou kunnen interpreteren. Dat moet ik erkennen. Nu, of het noodnummer nog vermeld zal worden op de bordjes langsheen, de pechhaven, dus zoals oorspronkelijk overeengekomen met de federale politie, dat bekijk ik nu samen met het kabinet van mijn collega Jan Bon. Dus we hebben een beetje naar dat niveau getild om toch te zien dat we daar volledige overeenstemming hebben op alle niveaus. En anderzijds moet ik zeggen dat dankzij de commotie rond de campagne het absoluut geslaagd is om enige ruchtbaarheid te geven aan het verdwijnen van de praatpalen. Dus in dat opzicht is het wel geslaagd. De gedane kosten hebben dat doel alleszins wel bereikt, blijkens mijn mailbox. Mensen hebben het begrepen dat de praatpalen gaan verdwijnen. Ja. Dank u wel, meneer de Klerk. Dank u voor uw antwoord, meneer de minister. En u herkent inderdaad dat dit bijzonder onnozel is. Hè? Dat echt te vermijden is. Je kunt er een keer mee lachen. Maar eigenlijk is het intriest dat je niet op voorhand weet dat je dat nummer niet moet opgeven. Dat een keer niet opkomt bij iemand in diensten. Je weet dat nu toch, dat is een speciale nummer. Dat is al overbezet. En dat men dan zo voor zo kleine dingen dat ook gaat gaan gebruiken. Men had 44.000 euro kunnen uitsparen. En een burger verwacht toch van de overheid dat er wat efficiëntie is, dat er overleg is. Dus ik vind het eigenlijk niet voor herhaling vatbaar, u ook uiteraard niet. Dus het is goed dat u het naar u toe trekt met collega Jan Bon, want dat is absoluut niet voor herhaling vatbaar. Overheidsmiddelen die worden verspild en naar de burger toe, die daar eigenlijk toch wel verwacht dat er een efficiënte overheid is. Maar mijn vraag is, meneer de minister, kwiet naar de toekomst. Hè? Dus het wordt nu bekeken, begreep ik. Gaat er nu nog een andere campagne komen of niet? Men kan nu nog de praatpaal nuttigen, hè, heb ik begrepen, tot medio 2017. Het zal stelselmatig afgebouwd worden. Maar hoe zal het dan, want ik ben akkoord, hè, ik ben akkoord met de insteek, hè, dat je die praatpalen vervangt. Hè, als dat te veel kosten met zich meebrengt, als dat te weinig wordt benut. Dus ik vind die insteek juist, hè, dus dat is het punt niet. Maar hetgeen dat ze heeft gemanifesteerd is toch niet voor herhaling vatbaar. Meneer Van den Broeke. Ja, dank u wel, meneer minister, voor uw antwoord. Van een inschattingsfout is inderdaad minstens sprake. Misschien zelfs een beetje onzorgvuldigheid ook, gelet ook op het feit dat men bij 112 alle moeite van de wereld doet om mensen te verhinderen om voor een kleine prul te bellen. 1 op 4 oproepen zijn namelijk niet dringend. Wat mij niet helemaal duidelijk is uit uw antwoord, meneer de minister, is als je vandaag zo'n praatpaal hanteert, bij wie kom je dan terecht? En waar in de toekomst, indien het geen dringend verhaal, geen dringende assistentie vereist is van politie of brandweer, waarnaar moeten de mensen dan wel bellen indien het dan geen 112 is? Dat is mij niet helemaal duidelijk. Dank u. Wens er nog iemand aan te sluiten? Meneer de minister. Je komt dus direct bij de CIC's, bij de Communicatie- en Informatiecentrum kom je vandaag terecht. En we bekijken dus of dat we
conform de eerder gemaakte afspraak met de federale politie dat we alsnog doorgaan met het gewoon aanbrengen van in geval van een zwaar ongeval of zoiets, afhankelijk van de omschrijving, contacteer 112 en dus dat aan te brengen op die kilometerpaaltjes. Daarover zijn we momenteel in gesprek, dat bekijken we. Ik heb wel ervoor gezorgd dat we dan een... Dus we hebben de affiches verwijderd, we hebben die gerecycleerd. En we hebben ook onmiddellijk een andere campagne die dat we planden voor... Want we doen dat op maandelijkse basis, die we dan naar voren getrokken hebben. Wat is het thema, ik denk, over het aanpassen van de maximale snelheid bij wegenwerken. Daar hebben we snel naar voren getrokken. En die hebben dan ook zo snel mogelijk hebben die affiches aangebracht. De vraagstellers zijn voldaan. Goed, dan mogen deze vragen als afgehandeld beschouwen. En kunnen we overgaan naar de tweede vraag van de heer Sintobin van vandaag over de mogelijke impact van de bouw van een stormvloedkering op de toekomst van de jachthaven van Nieuwpoort. Meneer Sintobin. Dank u wel, voorzitter. Misschien eerst voor de collega's die zouden denken dat het hier om een lokaal of een regionaal vraag gaat, om een regionaal dossier. Zou ik toch willen stellen dat eigenlijk de stormvloedkering in Nieuwpoort kadert in de versterking van de Hanse Vlaamse kustlijn en met name ter bestrijding van een mogelijke superstorm of zeker superstormen of zelfs een mogelijke duizendjarige storm. Dus is het eigenlijk in het belang van eigenlijk Hans Vlaanderen dat de kust wordt beschermd. Hier gaat het specifiek over Nieuwpoort, waar blijkbaar deze maand de werken starten of gestart zijn in de havengeul van Nieuwpoort voor een splinternieuwe stormvloedkering. En het doel is duidelijk natuurlijk. Dat is Nieuwpoort en de gemeente is gelegen aan de IJzer, beschermen tegen het wassende water. Het gaat over een budget van 50 miljoen euro, waarmee het eigenlijk het pronkstuk wordt, als ik dat woord mag gebruiken hier, van het hele masterplan kustveiligheid. In de vraagstelling, in de schriftelijke neerslag, staan een aantal technische specifieke kenmerken over hoe de kering zal georganiseerd worden. Maar ik ben geen ingenieur van opleiding en ik denk dat dit ook minder relevant is voor de vraag. Maar ik veronderstel dat de collega's die geïnteresseerd zijn in de vraag ook de vraag gelezen hebben. Ik denk dat over de noodzaak van de bescherming, meneer de minister, dat we het met z'n allen eens zijn. Alleen wil ik erop wijzen, of heb ik er in mijn vraag, zonder eigenlijk mij specifiek uit te spreken, pro of contra, heb ik in mijn vraag toch gesteld dat er eigenlijk twee instanties uit, of van één instantie en één persoon, toch wel wat kritiek is op de keuze voor een nieuwe stormvloedkering. Met name één is er de studie van het waterbouwkundig labo, dat trouwens op bestelling van de afdeling kust, die eigenlijk een beetje bang is dat de jachthaven van Nieuwpoort zijn aantrekkelijkheid zou kunnen verliezen indien de aanwezigheid van de stormvloedkering de toegankelijkheid van de haven zou onmogelijk maken op sommige momenten van het getij. En ik kan erbij vertellen, ik weet niet meneer de minister, als u de laatste tijd nog in Nieuwpoort bent geweest, maar de uitbreiding van de jachthaven en eigenlijk het ganse, hoe dat Nieuwpoort de laatste jaren zich ontwikkeld heeft, is eigenlijk fenomenaal, niet alleen de stad, maar zeker ook de jachthaven. Ik denk dat dit ook perfect kadert, de uitbreiding van de jachthaven, in een van uw andere beleidsdomeinen, met name het beleidsdomein toerisme. Maar wat misschien nog belangrijker is in mijn vraagstelling, is de kritiek van een specialist ter zake, een specialist ruimtelijke ordening, professor Georges Allard, die toch heel scherpe bewoordingen eigenlijk de keuze voor de stormvloedkering afkeurt. Hij zegt, en ik citeer, die stormvloedkering dreigt weggesmeten geld te worden. Het is een oplossing op korte termijn die misschien niet eens nodig zou zijn. En het is een oplossing van ingenieurs ook. En de professor heeft niet alleen kritiek, maar heeft ook een aantal, volgens zijn mening, een aantal alternatieven waarmee je dit dossier kan aanpakken. Zoals bijvoorbeeld een strekdam die in de zee ligt en ook het verduinen en verhogen van de zandbank. U hebt daar al op gereageerd, maar eigenlijk, en ook de professor heeft opnieuw gereageerd door eigenlijk te stellen
dat eigenlijk wat betreft de Hanse bescherming van de Vlaamse kust en zeker hier de keuze die gemaakt wordt, dat de Vlaamse regering dat er eigenlijk een totaalvisie gebaseerd op wetenschappelijke inzichten ontbreekt. En hij verwijst daarvoor, en misschien heeft hij daar wel een punt natuurlijk, hij verwijst daarvoor naar Nederland, waar eigenlijk het Delta-plan of het Delta-programma jaarlijks wordt aangepast aan nieuwe inzichten, aan nieuwe wijzigingen. Ik denk dat er zitten hier specialisten in de zaal wat betreft klimaat, dat eigenlijk men op basis van gegevens van 5 jaar terug eigenlijk niet oordeelkundig kan een oordeel vellen en dat eigenlijk de situatie continu verandert natuurlijk. En vandaar de vraag of de insteek van, professor die zegt ook Vlaanderen zou eigenlijk continu het programma moeten gaan aanpassen en hij zegt verder dat eigenlijk de keuze voor de stormvloedkering eigenlijk de verkeerde keuze is. En vandaar mijn vragen, meneer de minister, wat is nu eigenlijk de argumentatie om toch voor de waterkeringsmuur te kiezen? Hoe gaat u om of hoe reageert u op de kritiek, als ik dat zo mag stellen, van enerzijds het instituut en anderzijds de professor? Kunt u bevestigen dat eigenlijk de organisatie of het installeren van de stormvloedkering geen enkel negatief effect zal hebben of nadelig effect zal hebben voor de jachthaven en voor de verdere uitbreiding van de jachthaven van Nieuwpoort? En 3, is er geen gevaar voor hoge baggerkosten wegens de dreigende verzanding rond de kering? Tot daar, voorzitter, mijn vraag. Dank u wel, meneer Sintobin. Minister. Dank u wel. We willen wel eerst misschien benadrukken dat we hier spreken over een unieke investering en een zeer grote investering. Het is namelijk zo dat de jachthavens, als het gaat over de kustbescherming, dat de jachthavens een beetje de zwakke plekken zijn in heel onze kustverdediging. Voor het eerst bouwen we in Vlaanderen ook een stormvloedkering. Nieuwpoort is zeer kwetsbaar. De kaaimuren rond de haven die liggen eigenlijk te laag. Dat is in wezen het probleem. Het is nu al zo dat bij zelfs een geringe storm, dat er nu al zandzakken moeten worden aangedragen om te verhinderen dat de kaaimuren overlopen en het achterland zelfs tot ver in de polders zou verstromen. Het is, denk ik, is hoog tijd dat we ter plaatse iets ondernemen. We zijn er ook al heel lang mee bezig. Ook voorgangers van mij zijn met die plannen bezig geweest. De beslissing tot bouwen van een stormvloedkering is al genomen door de Vlaamse regering in 2011. Als we starten met het bouwen van de kering in 2017, denk ik dat dat geen minuut te vroeg is. En er is ook veel studiewerk vooraf gegaan aan die beslissingen van de Vlaamse regering. Verschillende plannen, alternatieven zijn afgewogen worden ten opzichte van elkaar, zoals de optie stormmuren versus stormvloedkering. En dat is een fundamentele discussie die hier wordt aangehaald. En dat is gebeurd aan de hand van een planmer, aan de hand van een MKBA en restrisicoberekeningen. Dus het alternatief voor, of zijn het alternatief in de vorm van stormvloedkering kwam hier als beste uit. Ik ken er allemaal technisch niet al het fijne van. Maar we gaan natuurlijk voort op die studies. Daarvoor bestaan ze ook. De geraamde kostprijs is vandaag een 49 miljoen euro, dus veel geld. De totale investeringskosten voor het alternatief van stormmuren rondom de volledige haven zou trouwens nog hoger komen te liggen. Bij de raming van de kosten van de bouw van de stormmuren rondom de volledige haven zit je natuurlijk ook met de investeringskosten voor de aanpassing van het sluizencomplex. Er zijn 3 sluizen, 3 stuwen aan de ganzenpoot en 2 uitwateringsconstructies langs de havengul die daar nog eens moeten worden bijgerekend. Aangezien dat er in 2011 gekozen werd voor de oplossing van een stormvloedkering, zijn er geen aanpassingen aan de ganzenpoot en aan die uitwateringsconstructies meer nodig. Ik denk, het bouwen van havendammen biedt hier geen oplossing. Het grootste probleem is trouwens de stijging van de waterstand, waardoor de bestaande kaaimuren overlopen. Dat hebben we daar straks gezegd, maar zelfs als je dan toch havendammen zou bouwen, dan moet je nog steeds de ingang tot de haven afsluiten of muren rondom de volledige haven bouwen. Wel is het zo dat wanneer je dat werkt in het alternatief, hè,
het al naar voren wordt geschoven ook met een strekdam, dat er in dat geval ook wel mogelijke commerciële voordelen zouden kunnen worden geboden, waarbij dat je op die, die installatie dan ook mogelijk andere gebouwen of dergelijke zou kunnen neerpoten, maar dat is dan wel geen overweging geweest. Die, bij ons is het in eerste instantie natuurlijk gegaan over kustbescherming en over veiligheid. Dat zijn de doorslaggevende argumenten die gespeeld hebben. Ik wil toch ook de kanttekening maken dat wij voor de uitbreiding van de jachthaven in Nieuwpoort, waar u naar verwijst, dat staat wel degelijk op de agenda. Maar daar kijken we vooral naar een oplossing landinwaarts. Onder vorm van een uitbreiding op de rechteroever, waarbij dat we trouwens ook een grotere rol voor de private sector en voor de huidige grondeigenaars voorzien. Dus er werd dus gekozen voor de meest efficiënte, meest veilige oplossing, namelijk voor de bouw van een stormvloedkering aan de ingang van de haven. In het voorbereidingstraject na 2011 werd de eerste studie door het waterbouwkundig laboratorium uitgevoerd. Die werd aangereikt aan het ingenieursbureau Arcadis. Dat werd aangeduid voor het concrete technische ontwerp van die stormvloedkering, dus de volgende stap. Dat bureau heeft ook de stromingsmodellen die door het waterbouwkundig labo werden gebruikt verder verfijnd. Er werden zelfs testmetingen gedaan, stromingsmetingen ter plaatse uitgevoerd. Dus het is echt wel up-to-date. En na afstemming met verschillende partners en na veel overleg ook met de jachthavenclubs werd de doorvaartbreedte op 38 meter bepaald. De gebruikers van de jachthaven zijn reeds lang aan het varen door zo'n een haveningang. En met de breedte van 38 meter worden enkel in uitzonderlijke omstandigheden stroomsnelheden verwacht ter hoogte van de kering die net 3 knopen kunnen overstijgen. En dat is bovendien ten zeerste beperkt in zowel grootte als in tijdsduur. Dus van uitzonderlijk, het voorkomen is al uitzonderlijk, en maar de frequentie dan, de duur dat het aanhoudt, is ook heel beperkt. En ik denk dat die resultaten voldoen aan de criteria in zaken stroomsnelheden die werden afgestemd met de jachtclubs. De jachthaven van Nieuwpoort zal met andere woorden altijd zijn functie kunnen blijven vervullen. En dan misschien tot slot wat uw laatste vraag betreft, heeft mijn administratie mij verzekerd dat de invloed van de stormvloedkering op de sedimentatie en of erosie lokaal, dus de zandafzetting, dat die verwaarloosbaar en niet significant zal zijn. Meneer Sintobin. Ja, dank u wel. Bedankt voor uw antwoord, meneer de minister. Het is natuurlijk een unieke investering. We spreken hier over, zoals u zegt, 49 miljoen en u hebt gelijk, en ik heb dat ook gesteld in mijn vraagstelling, dat eigenlijk de jachthavens de zwakke schakel zijn in het ganse kustverdedigingsproject en zeker in het bijzonder Nieuwpoort 2. Ik heb het ook gezegd, wij zijn allemaal overtuigd van de noodzaak van mogelijke, om maatregelen te nemen tegen, en ook daar hebt u een punt. 1 wat betreft het voorkomen en 2 wat betreft de frequentie van superstormen of eventueel een duizendjarige storm. Dat er veel studie aan vooraf gegaan is, weet ik. Ik heb ook in de vorige legislatuur bij andere ministers daarover vragen gesteld, onder andere mevrouw Krivits. Maar ik ben wel tevreden met uw antwoord wanneer u zegt dat de belangen van de jachthaven en de verdere uitbreiding van de jachthaven niet worden teniet gedaan door, door het installeren van een stormvloedkering. Dus we zullen moeten afwachten natuurlijk naar de toekomst toe wat dit zal geven. Laat ons hopen dat het niet gebeurt, dat we eigenlijk niet in de problemen geraken. Misschien toch wel één puntje wat ik toch zou willen opnemen is het advies van de professor in kwestie om toch een regelmatige evaluatie te maken van eigenlijk van de vooruitzichten van de gewijzigde omstandigheden om waar nodig in te grijpen. En misschien een algemene vraag. Ik weet niet als u daar nu kan op antwoorden, maar dat past natuurlijk dit project in het ganse masterplan kustverdediging. Vraag is eigenlijk om te weten hoe het eigenlijk zit met de evolutie van het totale project van het masterplan kustverdediging. Als u daar vandaag niet kan op antwoorden, wil ik gerust een nieuwe vraag indienen. Dank u wel. Wens er nog iemand aan te sluiten? Nee. Minister, kan u nog antwoorden op de vraag of gaat u dat de volgende keer doen? Dat de, dus momenteel, ik heb gezegd, momenteel is men eigenlijk, dat is vooral Arcadis die daar nog mee bezig was,
echt up-to-date alles aan het volgen. Dus de meest actuele stromingsmodellen die worden gebruikt door het waterbouwkundig laboratorium, die worden nog verder verfijnd. Het zijn testmetingen, stromingsmetingen die ter plaatse worden uitgevoerd. Dus ik heb er wel vertrouwen in dat men, zeker gelet ook op de expertise die wij toch in Vlaanderen op dat vlak naar voren kunnen schuiven, dat we in deze goed handelen. Meneer Sintobin. Misschien kort wat mijn algemene vraag van daarjuist betreft natuurlijk. Het is natuurlijk goed dat wij als Vlaanderen alle mogelijke maatregelen nemen om calamiteiten te voorkomen. Maar we zitten natuurlijk met twee grenzen aan onze kust. Enerzijds Nederland, anderzijds Frankrijk, waar misschien niet de nodige maatregelen worden genomen, juist aan de grens. Vandaar mijn bijkomende vraag, meneer de minister, misschien van, is er dan ook overleg met de Fransen en de Nederlanders wat betreft de verdediging van de kustlijn? Want ik geef maar een voorbeeld, ik denk aan Katzand bijvoorbeeld, waar eigenlijk weinig of geen verdedigingslinie is tegen mogelijke stormen. En ook aan de andere kant, juist voor Calais, ik ben de naam van de gemeente vergeten, waar eigenlijk ook niks is om eigenlijk een storm of zo, en die misschien ook wel effect kan hebben op Vlaanderen. Vandaar mijn vraag, is er ook overleg wat dat betreft? Het was eigenlijk een slotwoord, maar als u wil antwoorden, kan dat altijd. Ja, maar dus de problematiek qua de kwetsbaarheid situeert zich vooral in noordelijk of, zoals men wil, oostelijker, dus meer richting Nederland. Waarbij dat we natuurlijk ook in het kader van het project Vlaamse Baaien ook wel werken en verder nadenken over een concrete, efficiëntere kustbescherming. Dus dat is in eerste instantie de zwakte vanaf de zeehaven en meer dan in noordelijke of moet ik zeggen oostelijke richting. En dus, maar ook op dat vlak loopt er wel gesprekken met de Nederlanders, dus daar is betrokkenheid. Prima, dan is bij deze de vraag om uitleg afgehandeld. En dan gaan we over naar de vraag van collega De Klerk over de enquête van de Vlaamse Automobilistenbond en de Fietsersbond over de algemene kennis van de verkeersregels in zaken fietsen. Meneer De Klerk. Dank u, voorzitter. Collega's, meneer de minister, inderdaad, uit een enquêtering van het VAB samen met de Fietsersbond, die in 5500-tal Vlamingen... over de fietsers, meneer Roska, dus dat zal u zeker interesseren. Ah, inderdaad, ja. Goed, de 5500 Vlamingen die ondervraagd zijn over hun kennis van de verkeersregels voor de fiets op de openbare weg, een belangrijke aangelegenheid. En daaruit blijkt dat indien men dezelfde maatstaven handhaaft als het officiële rijexamen, 4 op de 10... mensen gebuist zijn. Bij mensen jonger dan 18 jaar, bij de jeugd, zou dat zelf 7 op 10 zijn, maar ook bij 65-plussers, de senioren, bleek toch zich een probleem te stellen. De voorrangsregels niet echt gekend, de wegmarkeringen, nieuwe verkeersregels en dergelijke meer. Nu, die instanties die geciteerd zijn uiteraard een groot voorstander om daar meer aandacht aan te besteden, meer verkeerseducatie in ons onderwijs, een betere communicatie ook over diverse doelgroepen heen. Een andere suggestie is voldoende aandacht voor fietsers en de verkeersregels in de rijopleiding, de vereenvoudiging van de wegcode en dergelijke meer. En nu, meneer de minister, reageerde eigenlijk ook op die resultaten met te stellen dat u voorstander bent van meer verkeerseducatie op school. En u zei zelf, ja, 4 op 10 gebuist is eigenlijk nog niet zo gek als je weet dat er eigenlijk misschien in het onderwijs te weinig informatie, te weinig over gaat. En mijn vraag is eigenlijk, ik heb dat ook gelezen in uw nota, ja, u bent voorstander ook om verkeerseducatie te verankeren in de eindtermen van het secundair onderwijs. Ook dacht ik de minister van Onderwijs, denk ik bijna alle partijen, iedereen is daar eigenlijk, dat is mijn punt, over eens. Kan dat dan ook gerealiseerd worden? Hè? Dus dat is mijn derde vraag. Mijn eerste vraag is, welke conclusies trekt u daar zelf uit, meneer de minister, uit dat onderzoek? Wat vindt u van de suggesties? En 3, hoe ver staat het met die gezamenlijke intentie over de partijgrenzen heen, dacht ik, hoop ik, om effectief de verkeerseducatie te gaan verankeren in die eindtermen van ons secundair onderwijs.
Dank u wel, minister. Dank u wel. We weten natuurlijk met z'n allen dat dat 90% van de ongevallen altijd de betrokkenheid hebben van menselijk gedrag of menselijke fout. En dat wil dus ook zeggen dat het in juni voorgestelde verkeersveiligheidsplan daar ook zich op ent en dus daarop focust. Bij de formulering van maatregelen ten aanzien van die hoofdoorzaak. Nu, gedrag kan je natuurlijk bekijken als een soort tweetrapsraket. Enerzijds moet je weten welke de verkeersregels zijn en vervolgens kan je maar de afweging maken of dat je je gedrag daar al dan niet aan aanpast. Dus met het ene veronderstelt dan wel het andere. Ik denk dat de resultaten waarnaar u verwijst, dat die mijn voornemen bevestigen om via dat nieuwe Vlaams verkeersveiligheidsplan ook effectief blijvend in te zetten op verkeersveiligheidseducatie, zowel in het onderwijs als daarbuiten. Ik ga ook akkoord met de suggesties die naar voren werden geschoven. En ik verwijs ook opnieuw wat dat betreft naar de ambities vervat in het verkeersveiligheidsplan. We willen de Vlaamse weggebruikers wel continu als met specifieke acties informeren over hun verkeersveiligheid en op zoveel mogelijk momenten in het leven. En dat dus veleer zien als een soort permanent proces. En niet het te beperken, zoals misschien we vroeger te veel deden, tot de rijopleiding en vervolgens nog eens herinneren via campagnes, maar dan vooral de focus op de killers en that's it. Ik denk dat we uitgaan van een soort verticale leerlijn, waarbij dat we streven naar het permanent aanscherpen van het verkeersverstand van iedere weggebruiker. We breken in het verkeersveiligheidsplan, denk ik ook definitief, met het idee dat het behalen van een rijbewijs, dat het leerproces daarmee beëindigd is, maar dat het permanent gaat. En we willen ook volwassen weggebruikers op elke leeftijd in de verkeerscarrière de nodige en gepaste opleidingsmogelijkheden aanreiken. Nu, de verkeers- en mobiliteitseducatie beperkt zich niet tot verkeerslessen op school en het behalen van een rijbewijs. We zoeken dus naar alternatieve en creatieve manieren om ook ervaren weggebruikers blijvend bij te scholen. Ik heb op dat vlak ook de VSV, de Vlaams Stichting Verkeerskunde, ook gevraagd om een soort platform uit te werken. Ik heb er ook aparte middelen voor vrijgemaakt, en ik denk een 40.000 euro, om een soort platform te creëren, interactief, met een brede doelgroep voor ogen. Dus de kandidaatbestuurder, kandidaatbegeleider, maar evengoed de modale Vlaming die een opfrissing, die openstaat voor een opfrissing van de wegcode. Of van zijn kennis van de wegcode natuurlijk. Waarbij dat je ook in een paar klikken dat moet mogelijk maken dat je een soort platform hebt ook waarbij de meest recente wijzigingen aangaande de wegcode of het verkeersgedrag, dat je die ook onmiddellijk te zien kan krijgen. Nu, wat het andere luik betreft, namelijk de hervormingsplannen voor het secundair onderwijs, ik denk dat dat een ideale opportuniteit is om verkeers- en mobiliteitseducatie in te laten bedden in nog uit te werken eindtermen. Er is natuurlijk, momenteel is dat aanwezig in de eindtermen, maar je kan nu nog enerzijds de vraag stellen of dat het voldoende omschreven is en voldoende concreet. Twee, is natuurlijk vandaag zo dat het gaat over vakoverschrijdende eindtermen en geen vakgebonden eindtermen. Dus het meest verregaande is natuurlijk een vakgebonden eindterm, waar ik dan, als ik mag kiezen, persoonlijk voorstander van ben, maar in volle besef dat er veel vragenden voor ons zijn en dat iedereen wel, ook vanuit de beste bedoelingen, een vraag heeft op vlak van die eindtermen die dan een andere richting uitgaat. Maar alleszins maak ik toch ook de vergelijking met het basisonderwijs, waarbij dat wel degelijk als een eindterm is meegenomen. En terwijl dat in het basisonderwijs ja, de kinderen een minder intense weggebruiker zijn en gebruiker van het dagdagelijkse verkeer dan in het secundair onderwijs. En we zien dat trouwens ook in de ongevalstatistieken, dat in de leeftijdscategorie boven 12 jaar natuurlijk het risico veel groter is en dus ook door het frequenter gebruik of frequentere participatie in het verkeer dan in de leeftijdscategorie onder de 12 jaar en dus in het basisonderwijs. Vandaar dat ik wel mijn oproep ook herhaal aan jullie allen om als mobiliteitsexperten binnen elke partij
om ook proberen de collega's te overtuigen, de onderwijscollega's dan, want daar wordt op parlementair niveau wordt die discussie gevoerd. Ik heb ook aan het VSV gevraagd om ons wat ook te documenteren en jullie te documenteren en via jullie dan ook de onderwijsspecialisten om de visie van de VSV, want zij hebben dan een document aangeleverd van hoe zij die eindtermen dan in concreto zien. Wij gaan dat nu bespreken ook in de schoot van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid. Maar gelet op de timing van de discussie in, op onderwijsniveau, allee, op parlementair niveau, denk ik dat het misschien zinvol is dat we dat al onmiddellijk doorspelen met dan dat enig voorbehoud dat we nog een gesprek hebben daarover in het schoot van het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, maar dat alleszins de suggesties zoals het Vlaamse Stichting voor de Verkeerskunde een en ander ziet, dat we dat al intern naar de collega's en dan vooral de onderwijscollega's intern kunnen doorspelen. Dank u wel, meneer de Klerk. Ik vind deze insteken zeer goed, mevrouw de voorzitter, meneer de minister. Ik denk dat inderdaad, als het dan over de rijopleiding gaat en de verkeersregels, dat het inderdaad goed is om komaf te maken met zo één momentum en that's it, maar dat gedurende gans uw leven eigenlijk minstens met zo'n terugkomdag, opfrissingsmomenten. Dus ik denk dat dat een zeer goede evolutie en ook een zeer logische en noodzakelijke evolutie is. En als het dan gaat over de verankering van de verkeerseducatie, inderdaad is uw oproep positief om over de partijgrenzen heen binnen zoveel mogelijk partijen en instanties dat besef te doen groeien om dat op te nemen. Want je ziet toch ook wel meer en meer de tendensen dat mensen ook niet meer direct op hun 18e brevetten halen in zaken rijbewijs en dergelijke meer. Soms stelt men dat wat uit. Mensen studeren langer, dat is niet altijd nodig en zo verder, een auto. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om dat effectief ook secundair onderwijs en dan ook met die terugkommomenten te doen. Dank u wel. Wens er nog iemand aan te sluiten? Mevrouw Fournier, meneer Joska. Mevrouw Fournier. Dank u, voorzitter. Zoals de minister ook al zei, is het inderdaad wel zo dat de eindtermen wel degelijk bestaan in het onderwijs voor verkeersveiligheid. Nu, vakoverschrijdend dan wel, die moeten ook wel behaald worden. Die worden ook wel behaald. Nu dat ze scherper en duidelijk moeten gesteld worden, daar zijn we volledig mee akkoord als partij. Dus van ons krijgt u ook de volledige steun van onze fractie om daar met de collega's van onderwijs ook over te discussiëren en dit scherper en duidelijker te kunnen formuleren. Nu, het is niet alleen een verantwoordelijkheid van onderwijs. Ik denk dat er ook nog anderen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de rijopleidingen. Ik denk dat die ook meer kunnen inzetten op verkeersregels voor fietsers. Ook de ouders hebben hier wel een degelijke verantwoordelijkheid te nemen. Er zijn heel veel initiatieven die nu ook al gebeuren in de scholen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het fietsexamen. Bij ons in Menen hebben we dat ook, 15 basisscholen. Alle 15 basisscholen hebben een fietsexamen voor kinderen van het 6e leerjaar. Dat is een heel goed initiatief. Dus wij gaan dat ook zeker vanuit onze fractie volledig ondersteunen. Dank u wel, meneer Joska. Ja, voorzitter. Collega's, meneer de minister, ook meneer de Klerk, want u had een duidelijke vraag ook naar de andere fracties. Ik denk dat daar wat ons betreft ook, dat we daar ook onze schouders willen onderzetten, om te kijken hoe we inderdaad ook in het secundair onderwijs daar een versterking op kunnen zetten. Want ik denk dat het inderdaad belangrijk is. Ik vind het ook nog altijd dagelijks en ik vermoed dat zeer veel mensen, ik weet ook u, meneer de minister, als u rondrijdt met de fiets morgens om kinderen richting school te begeleiden, dan is het vind ik een zeer goede vaststelling, ook in steden zoals bijvoorbeeld Gent, om te zien dat zeer veel mensen vandaag, en die groep wordt steeds groter, de fiets gebruiken als een transportmiddel. En dan moeten we daar inderdaad oog voor hebben. En ik sluit mij ook aan bij de opmerkingen, zowel van collega Fournier, collega de Klerk, maar ook u, minister, dat natuurlijk die rijopleiding is van belang. En dat we daar nu ook een stuk in gaan inbreken om te kijken van dit is niet één keer een momentum, maar we gaan dat in een veel breder traject. Zeker in die zin was ook de hoorzitting met het Oostenrijkse voorbeeld van een aantal maanden geleden in deze commissie mobiliteit was een bijzonder inspirerend voorbeeld om te zien hoe je kan werken aan verkeersveiligheid en hoe bijvoorbeeld Oostenrijk van helemaal uit de staart van het peloton naar de kop is gegaan, omwille of onder meer omwille van die hervorming. Dus ook mijn fractie is daar niet enkel vragende partij, maar ook een bondgenoot om stappen vooruit te zetten. Dank u wel. Tot slot kunnen wij ook niet uitblijven, meneer de minister, als N-VA-fractie. Wij steunen u ook in de visie. Gelukkig.
gelukkig, om de eindtermen verder te specifieren eigenlijk in het secundair onderwijs. Want we zien in de praktijk eigenlijk dat de kloof tussen de manier waarop dat het wordt aangepakt in het lager onderwijs en in het secundair onderwijs, dat die zeer groot is. Dus dat moet zeker aangepakt worden. We hebben als parlementsleden ook die aanbevelingen van het Vlaams Forum voor Verkeersveiligheid rond de eindtermen doorgekregen. En ik kan zeggen dat wij daar als N-VA volledig achter staan en daar ook bij onze collega's die vanaf oktober, denk ik, het gesprek hier in parlement binnen de commissie onderwijs gaan aangaan, dat we dat volledig steunen. Wat ik zeer vernieuwend vind, meneer de minister, is dat u ook dat levenslang leren in het kader van fietsbeleid wil introduceren met dat platform. Ik denk dat dat een zeer goede zaak is om ook dat op levenslang niveau, zal ik maar zeggen, om daar dat bewustzijn rond verkeersregels, ook voor fietsers, om dat te creëren. Dus ook van ons uit alle steun. Ik kijk even rond, maar er waren geen vragen meer gesteld. Dus bij deze kunnen we de vraag om uitleg als afgehandeld beschouwen. En dan zou ik willen vragen aan meneer De Kort om even het voorzitterschap over te nemen. Ik mag blijven zitten. Ja. Omdat de volgende vraag om uitleg is van mijzelf. Dus meneer De Kort. Mevrouw Jans, ik geef u graag het woord voor de volgende vraagstelling. Dank u wel, meneer De Kort. Minister, ik had u een vraag om uitleg, of ik wil u de vraag om uitleg stellen rond de speed pedelecs. Ik vind dat een verschrikkelijk woord eigenlijk, maar goed, het is nu in voege, dus iedereen kent het nu op die manier, maar ik vind toch dat we daar nog iets anders voor moeten vinden. Maar goed, mijn vraag is eigenlijk gebaseerd op het feit dat op federaal niveau een beslissing genomen is rond het opnemen van die snelle elektrische fietsen, eigenlijk de zeer snelle elektrische fietsen, om die op te nemen in de wegcode. Ik heb ook nog eens gezocht naar cijfers. We weten allemaal dat de elektrische fietsen dat dan een enorme boom gekend heeft. Blijkbaar wordt 1/3 van de fietsen die nu verkocht worden, zijn elektrische fietsen. Het aandeel van die heel snelle elektrische fietsen is nog beperkt, maar als we kijken naar de verkoop, dan zijn dat vooral dertigers en veertigers die toch die snellere versie aankopen. Dus ik denk dat daar, zeker als we naar het woon-werkverkeer kijken, dat die groei er nog wel zal komen de volgende jaren in de verkoop van die snelle elektrische fietsen met die trapondersteuning tot 45 km per uur. Voor de gewone elektrische fietsen verandert er niets door de regelgeving op federaal niveau. Maar met de federale regelgeving en het KB wordt eigenlijk de snelle elektrische fiets of de speed pedelec, wordt uit de grijze zone gehaald waar dat het zich op dit moment bevond eigenlijk binnen de wegcode. Zo wordt in de eerste plaats duidelijk omschreven wat er onder zo'n speed pedelec wordt verstaan. En er worden ook een aantal verplichtingen opgelegd, zoals het dragen van een helm, het moeten beschikken over een theoretisch rijbewijs en ook onder andere het aanschaffen van een kleine aangepaste nummerplaat, ook naar verzekering toe, zijn er duidelijke bepalingen opgenomen. Ook is er een nieuw verkeersbord ontworpen, meneer de minister, waarbij ook een symbool wordt gecreëerd voor de speed pedelecs. Dus je hebt het symbool van zo'n gemotoriseerd rijwiel en daar komt een P onder op de nieuwe verkeersborden. Dus dat is ondertussen allemaal geregeld op federaal niveau, maar dat heeft uiteindelijk ook wel repercussies voor het Vlaamse beleid. En daar gaan mijn vragen ook voornamelijk over, meneer de minister, want de Vlaamse weg- en waterbeheerders, waar dat u ook verantwoordelijk voor bent, bepalen eigenlijk door middel van het plaatsen van verkeersborden welke voertuigcategorieën op bepaalde tracés mogen worden toegelaten. En daarom is er voor mij op dit moment toch nog wel wat onduidelijkheid en had ik u graag de volgende vragen gesteld. Wat betekent de nieuwe wegcode eigenlijk voor de plaats van die speed pedelec in het verkeer, hè, naar lang de verschillende wegcategorieën? Ten tweede, hoe staat de minister tegenover het toestaan van de speed pedelecs op plaatsen waar nu eigenlijk de bromfietsen verboden zijn? Ik denk dan vooral eigenlijk aan de fietsnelwegen die u ook enorm promoten, waar u grote inspanningen voor doet, maar ook aan de jaagpaden die niet onder AWV vallen, maar onder waterwegen en zeekanaal of de scheepvaart. Ten derde, welke richtlijnen zal de minister dienaangaande dus meegeven aan zijn uitvoerende agentschappen? Enfin, in eerste instantie gaat u richtlijnen meegeven en in tweede instantie welke zouden dat dan zijn? Dat was mijn vraag, meneer de minister. Dan geef ik nu graag ook het woord aan collega Joska, die dat ook tijdig een vraag had ingediend omtrent de nieuwe wetgeving voor speed pedelecs.
Dank u wel, collega De Kort. Dus ik begrijp dat er ook vragen niet tijdig zijn ingediend dan, of zoiets. Meneer De Kort. Ja, oké. Okay. Ik begrijp uw frustratie. Meneer de minister, ik ga niet heel de inleiding van collega Jans herhalen. Ik denk dat we het allemaal ook wel wat gevolgd hebben. Ikzelf zat natuurlijk ook wel een stuk met grote spanning uit te kijken wat nu de beslissing ging zijn op federaal niveau rond de behandeling van die snelle elektrische fiets, Speed Pedelecs. Vorige week trouwens was er op Radio 1 een programma waar een luisteraar suggereerde om er een zoeffiets van te maken. Zoeffiets vond ik niet slecht gevonden, maar misschien is het te Hollands, zoeffiets, maar enfin, wat. Alleen al het feit... Flitsfiets. Ja, ik weet het niet goed. Maar alleen al het feit dat luisteraars daarmee bezig zijn en dat een programma zoals Radio 1 en de Bel 10 daar een stuk aandacht aan besteedt, bewijst ook dat inderdaad, denk ik, collega Jans, die Speed Pedelec een potentie heeft in het woon-werkverkeer. Ik heb dat zelf aan de lijve ook ondervonden. Nu moet ik eerlijk zeggen, meneer de minister, dat ik niet zo onverdeeld gelukkig was op het moment dat ik de beslissingen zag vallen rond die Speed Pedelecs en dat ik, maar misschien vergis ik mij daarin, dat ik eigenlijk ook wel wat teleurgesteld was dat u niet harder hebt gewogen op wat er federaal is gebeurd. De aangepaste helm, dat snap ik nog. Ik heb er zelf mee gereden, gezien de snelheid die je haalt, dat je daar de keuze moet maken, maar dat je sowieso een helm op moet hebben, geen enkel probleem. Maar het verplichten van een rijbewijs en vooral die verzekering, dat maakt de drempel ongelooflijk veel hoger. Die nummerplaat tot daaraan toe, het is al goed dat ze kleiner is geworden. Ik heb nog met een grote lap gereden. En ik moet eerlijk zeggen, volgens mij was dat ook vaak de reden waarom ik hier aan het parlement enkele procenten batterij tekort kwam. Omdat mijn nummerplaat achteraan ongelooflijk veel wind ving. Maar het blijft voor mij, en dat is altijd de frustratie, uit mijn eigen ervaring, het blijft wel een fiets. En dat vind ik eigenlijk fundamenteel. Je moet wel trappen. Als je niet trapt, gebeurt er ook niks. En het is eigenlijk... Ik vind nog altijd een essentieel onderscheid tussen een bromfiets en zo'n snelle elektrische fiets. Je kan geen gashendel opendraaien. Je moet zelf nog vermogen leveren, want anders beweegt het ding gewoon niet. Nu, meneer de minister, ik weet dat u mensen uit hun wagen wilt krijgen, dat u woon-werkverkeer wilt verduurzamen. Maar ik heb de indruk dat er een belangrijke kans voorbijgegaan is. Er was een leemte in die wetgeving voor dit soort fietsen. Maar ik vraag mij af of u nagelaten hebt om voluit de kaart van de fietsers ook op het federale niveau te gaan bepleiten bij uw federale collega. Ik lees wel in de pers dat u niet blij bent met de wet die nu op tafel ligt, maar volgens mij, tenzij ik mij vergis, was u ook betrokken bij de opmaak ervan. Ik heb u vorig jaar in deze commissie, 15 oktober 2015, daar eigenlijk al de eerste keer over ondervraagd. En u sprak toen over het feit dat de discussie toen nog op ambtelijk niveau werd gevoerd, maar dat u betrokken werd en dat u een adviserende rol had. En u heeft ook formeel advies gegeven in februari van dit jaar. Ik heb dat document teruggevonden op Doris. En daarin bent u het eigenlijk, als ik het goed begrepen heb, eens met het invoeren van de minimumleeftijd. Valt u niet, want ik lees niks in dat advies over het verplicht rijbewijs, en rept u ook met geen woord over de inschrijving van het voertuig of de verzekering. En dus ja, had ik het gevoel, als ik die dingen naast elkaar legde, van hier hebt u een kans gemist. Over die betrokkenheid en de gevolgen van de nieuwe regelgeving heb ik dan ook enkele vragen. Dat is 1. Op welke momenten bent u dan naast het ambtelijke betrokken bij de opmaak van de regelgeving? Wat was uw rol daarin? 2. Als u zegt niet blij te zijn met de regelgeving die nu van kracht is, van welke punten maakt u dan een probleem? En op welke manier heeft u op deze punten gewogen? 3. Hebt u federaal zelf een aantal dingen op tafel gelegd? Zo ja, de welke? Zo nee, waarom niet dan? 4. Wat gaat u nu doen om die nadelen die de Speed Pedelec fietsers nu zullen ondervinden een stuk mee te helpen wegwerken? 5. U bent bevoegd natuurlijk voor die rijopleiding van nieuwe voertuigen, dus ook gezien een rijbewijs nodig is deze voertuigen. Op welke manier is de rijopleiding en het rijexamen aangepast aan deze nieuwe fietser? Goed, dan geef ik graag het woord aan de minister. Sorry, uitgebreid, want het is ook een interessante problematiek. Nu, de nieuwe reglementering die vanaf 1 oktober, dus vanaf zaterdag, in voegen zal zijn, is natuurlijk positief in die zin dat het de Speed Pedelec een volwaardige plaats geeft in het verkeer. En dus
dat daar wat duidelijkheid op komt. Zo wordt de speedpedelec in de wegcode eenduidig omschreven en als aparte klasse opgenomen binnen de categorie bromfietsen naast de bromfietsklasse A en B. Wat de wegcode betreft zijn de bepalingen die gelden voor de bromfiets klasse B op de speedpedelec van toepassing. Maar het heeft natuurlijk ook wel gevolgen naar enerzijds de noodzaak om een verzekering af te sluiten, de helmplicht die geldt, het aanbrengen van een kenteken, het behalen van een rijbewijs, alvorens de speedpedelec in verkeer kan worden gebracht, maar ook ten aanzien van de plaats van de weg van die speedpedelec. En kan enigszins een parallel worden getrokken met de bromfiets klasse B. Toch is natuurlijk de reglementering tussen speedpedelecs en de bromfietsen klasse B niet over de volledige lijn gelijklopend. Het nieuwe KB biedt immers de mogelijkheid om de speedpedelec bepaalde voordelen te geven ten opzichte van de bromfiets klasse B. Dus één, heb ik al gezegd, de helmplicht, maar geldt geen... dus een fietshelm is afdoende, geen bromfietshelm. Twee ook, mits aanpassing van de signalisatie, kan de speedpedelec toegelaten worden in straten met beperkt inrichtingsverkeer en op voorbehouden wegen, zoals bijvoorbeeld fietssnelwegen. En de wetgever heeft er dus wel voor gekozen om de wegbeheerders daarin enige ruimte te geven, wat voor ons niet onbelangrijk is. Wat dus betreft de plaats op de weg, betekent dat concreet dat speedlegs, dus op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur, het fietspad mogen gebruiken. Wanneer die aangeduid zijn met het verkeersbord D7 of met wegmarkeringen. Het bord D7 dat kan dan aangevuld worden met de nieuwe onderborden M13, M14, M15, M16. Waarover gaat dat? Dus M13 is dus de aanduiding van een bromfiets met daaronder de letter P. Want als je een nieuwe naam zoekt, Zoef of... Ze het beter iets met een P doen, want poef, maar dat is misschien moeilijker. Dus dat is de aanduiding waarvoor gekozen is geworden. Het biedt het voordeel ook wel qua de kentekenplaat om voor jullie allen een zachte overgang. Alle nummerplaten moeten met een P beginnen, wat in jullie geval dan ook een zachte overgang naar, van de wagen naar de speedpedelec kan bewerkstelligen. Behoud tenminste in uw P-plaat. Hè. Maar de... Dus, en dan staat er onderop, dus je hebt M13, M14 is verplicht voor P, verplicht BP en M15, M16 is verboden voor P en verboden voor BNP. Dus B staat dan in deze voor bromfiets ja. En het andere dan voor de speedpedelec. Dus het bord D7 kan dus aangevuld worden met die nieuwe onderborden M13, 14, 15, 16... die het gebruik van het fietspad voor de speedpedelec dus dan wel verplichten of verbieden. Op fietsverbindingen aangeduid met het verkeersbord D9 of D10, dus in situaties waar je zit met gemengd verkeer, is de speedpedelec daar niet toegelaten. Anderzijds, in de situatie wanneer dat er een snelheidsbeperking geldt hoger dan 50 km per uur, dan moeten de bestuurders van bromfietsen klasse B en speedpedelecs het fietspad gebruiken. Op wegen die aangeduid worden met de F99A, B of C, is alleen het verkeer toegestaan. Dat zijn van die borden waarbij dat zijn van die blauwe aanduidingsborden, waarbij dat opstaat welke gebruikers op de betrokken weg zijn toegelaten. Dat zijn meestal wandelaars, ruiters, fietsers. En dus dat kan in dit geval ook met een bromfiets met een P erbij zijn. Dat zijn varianten daarop. Daar is het alleen verkeer toegestaan van de categorieën van weggebruikers waarvan het symbool afgebeeld is op de verkeersborden. Die wegen zijn verboden voor bromfietsen klasse A en B, maar speedpedelecs kunnen worden toegelaten mits aanpassing van de bestaande signalisatie. Dus wanneer expliciet het bromfietsje met de P erop wordt aangebracht op het verkeersbord. En die borden worden meestal gebruikt om de toegang tot zogenaamde fietssnelheden te regelen. Maar wanneer deze borden geplaatst zijn, geldt natuurlijk ook altijd wel een snelheidsbeperking van 30 km per uur. En dat blijft ook zo. Tot slot, daar waar in straten met beperkt eenrichtingsverkeer verplaatsingen dus in beide richtingen vandaag uitsluitend voorbehouden zijn voor fietsers, kan dat in de toekomst ook uitgebreid worden naar de speedpedelecs, mits het vervangen van de bestaande onderborden door
de nieuwe borden M11 of M12, waar opnieuw een uitzondering wordt toegevoegd, namelijk de categorie van speed pedelecs met het symbooltje wordt toegevoegd als uitzondering op het eenrichtingsverkeer. Bij de toegang tot de jaagpaden worden meestal de bestuurders van de voertuigen die toegang hebben opgesomd, zoals vermeld, dus vooral via die borden die ik daar straks heb aangeduid. De huidige signalisatie is als volgt opgebouwd. Bord C3, namelijk verboden toegang voor alle voertuigen, dus het meest strenge. Onderbord, blauw bord met witte tekst, jaagpad, uitgezonderd vergunninghouders, rijwielen en bromfietsen klassen A. Dus het volstaat om op die borden de speed pedelec te vermelden om de toegang te regelen. Maar ik kom daar dadelijk nog even op terug. Want we hebben bijvoorbeeld, als het gaat over de jaagpaden, ik heb die laten navragen, ik denk dat we er zo'n 1000 hebben. Hè? Dus dat is wel wat een serieuze aanpassing. Het is niet even een stickertje bijplakken, nee, het is een bord aanbrengen. En dat moeten we dus in 1000-voud desgevallend dan doen. Dus ik wil duidelijk stellen dat ik denk dat het een goede zaak is dat er een wettelijk kader werd uitgewerkt. Vooral omdat ik geloof in het potentieel van de elektrische fiets en de speed pedelec. Ik denk ook dat dus duidelijke regelgeving bepaalt mede het succes. Maar die speed pedelec zorgt voor de grootste winst op het vlak van woon-werkverkeer. Namelijk omdat het gebruikt wordt voor de langste afstanden. En waarbij het effectief een alternatief is voor de wagen en voor diegenen die dus de langste afstanden doen naar het werk, waardoor de kost of de baten voor ons als samenleving het grootst zijn. We halen meer kilometers uit de file hè, met die speed pedelec. Maar de gevolgen van deze regelgeving wil ik toch ook eens meegeven, vermits dat we het gebruik van die verplaatsingsmiddel maximaal willen faciliteren. En ze ook willen toelaten op fietssnelwegen en jaagpaden. Met die verstande dat ze zich wil houden aan de vigerende snelheidsbeperkingen, dus ook 30 kilometer, dat blijft onveranderd in functie van de veiligheid, vooral van de andere verkeersdeelnemers. Maar dat, daarom willen we absoluut zorgen voor een aanpassing van de signalisatie en dus de nieuwe borden aanbrengen, maar ik wijs er u op dat dat een ingrijpende inspanning is die we moeten doen. Vanuit mijn bevoegdheden kan ik natuurlijk enkel signalisatie laten aanpassen op de wegen waarvoor dat we zelf bevoegd zijn. Zeker wat de fietssnelwegen betreft is er zeker ook overleg nodig met de betrokken lokale wegbeheerders, want de gemeenten zijn, stel ik toch vast, nog niet volledig op de hoogte, om het eufemistisch te verwoorden. Ik wens de discussie hierover op te starten binnen de ambtelijke werkgroep die zich buigt ook over de aanpassingen van het Vademecum fietsvoorzieningen, dus dat we dat ook meenemen in de aanpassing daarvan. In het Vademecum zouden specifieke aanbevelingen kunnen worden opgenomen rond de plaats van de speedpedelec en de aangepaste maatvoering ten aanzien van de infrastructuur. Wat de jaagpaden betreft zitten we nu al samen met de waterwegbeheerders. Stellen we ook de vraag om de toegang tot de jaagpaden voor de gebruikers van de speed pedelecs om die te gaan uitrollen. U weet uiteraard dat het gedeeld gebruik van de jaagpaden een delicate evenwichtsoefening is. Vandaar dat nogmaals die beperking tot 30 km per uur dat overeind moet blijven. Maar gelet op het gegeven dat de jaagpaden dikwijls deel uitmaken van een fietssnelweg en hun belangrijke functionele fietsverbinding, denk ik dat we er zeker voor moeten zorgen dat we de signalisatie, de borden, snel aanpassen. Wat betreft de vragen rond onze betrokkenheid. Nu, het is inderdaad zo dat mijn administraties actief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van een bewuste KB vanuit onze bevoegdheden natuurlijk. Dus wij zijn betrokken bij standpuntbepaling vanuit onze eigen bevoegdheden. Ik kan over alles mijn licht laten schijnen. Maar ik kan dat, ook als het gaat over een adviesfunctie ten aanzien van federale regelgeving, moet ik dat beperken tot mijn eigen bevoegdheden. Een aantal keren is het trouwens ook het onderwerp van bespreking geweest in de schoot van Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid, in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de FOD Mobiliteit, waarbij dat er toen aanpassingen zijn gebeurd. Bijvoorbeeld de vraag om de speed pedelec als een aparte bromfietsklasse op te nemen in de wegcode, de speed pedelecs uit te laten rusten met een aangepast kenteken, de plaats op de weg ervan,
om die in hoofdzaak gelijk te schakelen met, in hoofdzaak met bromfiets klasse B. De verplichting van het dragen van een aangepaste fietshelm en de noodzaak van een aangepaste rijopleiding ook wel is daar geformuleerd geworden. Alleen moeten we vaststellen, dus ik heb meerdere opmerkingen geformuleerd, ter aanzien van het ontbreken vooral ook van een duidelijke definitie van de speed pedelec in de rijbewijswetgeving. En het belang benadrukt ook van een overeenstemming van definities in de verschillende wetgevingen. Dus dat men rekening moest houden met het kruiseffect, namelijk de consequenties van de aanpassing van de ene regelgeving, dat een mogelijk cascade-effect zou hebben in andere regelgevingen. Ik heb er ook naar verwezen. In de wegcode is de speed pedelec wel gedefinieerd, maar het gebrek aan onderscheid in de rijbewijswetgeving tussen de categorie van de speed pedelec en de andere bromfietsen heb ik ook aangehaald. Maar daar is natuurlijk niet tegenstaande dat ik toch wel verwezen heb naar de noodzaak tot voorzien ook van een overgangsperiode om de rijopleiding en de examinering voor die nieuwe categorie van voertuigen goed te kunnen organiseren. Is dat niet op alle punten zijn die bemerkingen gevolgd geworden. Dus we hebben een voorwaardelijk positief advies gegeven op 19 februari 2016. Ik stel vast wel dat men op federaal niveau geen rekening heeft gehouden met de opmerkingen, of alleszins niet met alle opmerkingen die geformuleerd zijn geworden. Dat de inhoudelijke opmerkingen zijn terzijde geschoven, maar vooral ook mijn vraag naar een overgangsperiode om mij toe te laten de rijopleiding voor die speed pedelecs te organiseren. En ook aanpassingssignalisatie bijvoorbeeld, om daar een overgangsperiode te kunnen voorzien. Maar wat de overgangsperiode in zaken de rijopleiding betreft, ja, had ik het natuurlijk wel graag gezien dat we een aparte vorm van examinering en dus ook rijbewijs zou kunnen voorzien voor de speed pedelec, waarbij de lat lager komt te liggen dan voor een bromfiets. En dus nu is het eigenlijk gesloten en krijg je dat niet meer geopend, gelet op de federale regelgeving. Dus zegt men gewoon, ja, je moet een rijbewijs hebben ofwel voor de wagen ofwel voor een bromfiets. Waardoor er, denk ik, een kans gemist is om de lat voor de speed pedelec iets lager te leggen, waardoor dat je het aantrekkelijk zou maken dat je zeker ook jongeren zou kunnen doen kiezen voor die speed pedelec in plaats voor een bromfiets. Omdat gewoon de lat lager ligt in zaken de voorwaarden die dat we zouden stellen. U heeft ook verschillende nadelen, meneer Joske, opgestomd voor de bestuurders van speed pedelecs. Vragen bij de invoering van een minimumleeftijd, het verplichte rijbewijs, de verzekering en inschrijvingsplicht. En waarom heb ik daar geen opmerkingen over gemaakt? Wel omdat dat niet raakt aan mijn bevoegdheden. Dus ik ben daartoe beperkt. Dus nogmaals, ik wil mijn licht laten schijnen op al hetgeen dat federaal al dan niet beslist wordt of voorgesteld. Maar dat wordt niet. Ik dien mij daar te beperken, ja, tot mijn eigen bevoegdheden. De vermelde nadelen zijn natuurlijk rechtstreeks gevolg van de indeling van de speed pedelec als type bromfiets. Ik heb gezegd dat we verwezen hebben naar de mogelijke kruiseffecten en de cascade-effecten daarvan. Ik denk dat die niet allemaal in oogschouw genomen zijn. Maar daar kan ik natuurlijk vanuit mijn functie als Vlaamse minister niet echt iets aan veranderen. Ik heb daarnet geschetst dat ik wel degelijk getracht heb om in de wetgeving rond de rijbewijzen te bekomen dat de speed pedelec als aparte categorie zou opgenomen worden, gelet op de specificering rond de randvoorwaarden om zo'n rijbewijs te kunnen bekomen. Doordat de speed pedelec het label bromfiets krijgt opgespeld, kunnen de gebruikers ook strikt genomen niet langer profiteren van de fietsvergoeding. En dat is misschien de ergste consequentie en typisch voorbeeld, denk ik, kan ik maar enkel hopen dat men daar niet heeft bij stilgestaan dat dat een bij wijze van cascade het gevolg zou zijn. Ik lees wel dat er nu andere voorstellen worden geformuleerd, namelijk in plaats van, ja, of om zekere zin misschien de focus ergens anders op te zetten, dat er nu wordt gepleit in hoofde van de federale minister van Mobiliteit om de fiscale aftrekbaarheid te gaan invoeren van de elektrische fietsen, wat een beetje een
een vreemde situatie zou bewerkstelligen, want dan zou je geen fiscale aftrekbaarheid hebben voor een elektrische fiets, maar niet voor een gewone fiets. Terwijl uiteindelijk toch, elektrische fiets is prima, maar uiteindelijk is de gewone fiets nog altijd het beste transportmiddel. Hè. Dus dat zou wel vreemd zijn. Mij niet gelaten als dat bovenop de fietsvergoeding zou komen, als er daar een budgettaire wilde toch op federaal niveau zou zijn. Maar ik denk dat het veel belangrijker is om ervoor te zorgen dat de fiscaliteit wordt aangepast om zeg maar, het cascade-effect van de regelgeving rond de speed elk ten aanzien van de fietsvergoeding, om dat te kunnen corrigeren. En dus ervoor te zorgen, en ik heb er ook met het kabinet en de minister zelf, Johan van Overtveld, ook al samengezeten, en daar bestaat effectief wel de uitdrukkelijke wil om dat ook in orde te brengen. Om dat cascade-effect dus te herstellen en ervoor te zorgen dat ook die speed pedelec het voordeel van de fietsvergoeding zou behouden. Dus men gaat daar effectief werk van maken en we zijn op dat vlak in overleg om dat gevolg alleszins, dat nefaste gevolg, weg te werken. Goed, dan mevrouw Jans. Dank u wel, voorzitter. Meneer de minister, ik ben eigenlijk zeer blij met uw uitleg. U heeft onder andere duidelijk gemaakt dat er eigenlijk, wat de plaats op de weg betreft van die speed pedelecs, dat er heel wat mogelijkheden zijn die ruimer zijn dan alleen de regelgeving die voor bromfietsen geldt. Dus dat is zeer belangrijk als we dat gebruik ervan willen promoten. Nu, u gaf ook aan dat u absoluut voorstander bent om die fietssnelwegen, om die ook open te stellen voor die heel snelle elektrische fietsen. Ook voor de jaagpaden, maar daar had ik toch de bijkomende vraag, want uit het verleden, zeker in Limburg, hebben we al dikwijls gemerkt dat het inschakelen van jaagpaden, onder andere in ons toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk, dat het overleg met de waterwegbeheerders vrij moeilijk verloopt, omdat zij ook andere prioriteiten stellen natuurlijk aan die jaagpaden. Dus heel concreet rond die jaagpaden had ik u willen vragen van welke stappen gaat u daar zetten om dat op een eenvoudige manier eigenlijk mogelijk te maken dat die fietsen ook daar kunnen rijden. Tweede element, wat ook heel belangrijk is, meneer de minister, u gaf aan dat ook de infrastructuur grondig gaat bekeken worden. En er is al duidelijk, en ik denk dat meneer Joska dat al ervaren heeft in de praktijk, zeker wat de bochtstralen betreft met elektrische fietsen, dat de huidige fietspaden niet voldoen. Ik heb u daar in het verleden ook al vragen rondgesteld. Toen zei u ook van, ja, we gaan dat vademecum herbekijken. Nu met de nieuwe regelgeving is dat zeker het moment om dat volgens mij in versnelde in timing eigenlijk te gaan doen. Ik denk dat het overleg rond de aanpassing van het fietsvademecum al enige tijd loopt. Dus wat mij betreft zeker de vraag om daar snel mee vooruit te gaan. Dus dat waren mijn bijkomende vragen. Goed, dan geef ik graag het woord aan collega Joska. Ja, meneer de minister, al sinds dank voor uw uitgebreid antwoord. Om meteen ook op in te pikken op wat collega Jan zegt. Ik ben ene keer met die speedpedelec gevallen, maar dat was hier in de garage van het Vlaams parlement. En dat had vermoedelijk meer te maken met het feit dat collega Tobak met een auto achter mij aan het rijden was. En als socialisten achter u met een auto rijden, dan begin ik toch behoorlijk te panikeren. Maar om in te haken op hetgeen wat u zegt. Ik begrijp natuurlijk dat in een formeel advies dat u geeft, dat u zegt van ik kan alleen maar formeel vanuit mijn eigen bevoegdheden zo'n advies geven aan die federale overheid. Maar je hebt natuurlijk naast het formele ook het informele. Ik weet niet hoe het zit met dat overleg tussen die verschillende mobiliteitsministers. Ik kan mij voorstellen dat zo'n dossiers daar besproken worden, omdat natuurlijk u hebt het zelf genoemd, hè, een cascade. Dus die beslissing die men daar federaal neemt, heeft een ongelooflijke impact op de gewesten en op de regio's die eigenlijk een stuk moeten gaan uitrollen op allerhande verschillende termijnen en terreinen. En dan moet ik zeggen, is het doodjammer, maar u bent het daar met mij eens, u hebt dat ook bevestigd, dat men niet meer naar u geluisterd heeft om te zeggen van laat ons met overgangsmaatregelen werken. Want nu, op dit moment, vanaf 1 oktober, gaan dus die speedpedelecs beginnen rondrijden. Die hebben ook allemaal, die mensen, mijn mailbox zit daarover vol, die zijn natuurlijk op bepaalde facetten verheugd, maar die gaan wel beginnen rijden op fietspaden, wat eigenlijk de facto ook mag. Maar u hebt het zeer goed in uw antwoord gezegd, mits aanpassingssignalisatie. En dus gaan we daar in een soort van vacuüm terechtkomen, want ik stel mij dan vragen over handhavingen, want ik rij met mijn speedpedelec op een plaats waar het normaal gezien mag, maar de signalisatie is nog niet aangepast, ja, dan zou er mogelijk wel eens een conflict kunnen ontstaan op het moment
dat ik door een politieagent gestopt word, allee, dan gaan we in, ik hoop, we gaan mogelijk zijn rare situaties terechtkomen, maar ik hoop dat die er niet te veel gaan zijn. Het is doodjammer dat men daar toch niet meer naar u geluisterd heeft. U hebt misschien ook informeel geprobeerd om dat aan uw federale collega duidelijk te maken. Maar het is doodjammer. Nu, wat betreft die signalisatie, ja, ik kan natuurlijk begrijpen, dat is ook niet mijn vraag van vandaag op morgen. Allee, dat is absoluut onmogelijk. Laat staan dan nog met die lokale besturen, lokale wegbeheerders. Dat gaat heel wat tijd vergen om die signalisatie ook aan te passen. En de P-platen, misschien moeten we er powerfietsen van maken. Dat is dan met een P, maar dat is weer Engels. Dat is misschien wat meer gevoelig voor bepaalde mensen. Maar enfin, ik ben het aan het zoeken. Ik ben het aan het zoeken om met een P iets gedaan te krijgen. Nog een laatste punt wat betreft die fiscale aftrekbaarheid. Ik heb daar twee opmerkingen bij. Eén, de speedpedelec-gebruikers vragen dat niet. De speedpedelec-gebruikers die vragen gewoon, beschouw onszelf als een fietser en geef ons een fietsvergoeding. Dus ik vind het goed dat u daar met collega Van Overtveld druk op wil zetten, want eigenlijk vragen die geen aankooppremie of een fiscalisatie of weet ik veel wat. Die vragen gewoon, beschouwen ons als gewone fietser en wij vinden daar hetgeen wat we terugkrijgen in ons fietsvergoeding voldoende. Het voordeel daarvan is ook, dat is een activeringskost. Want ik kan best een speedpedelec aankopen, daar een fiscaal voordeel voor krijgen en dan laat ik hem gewoon stilstaan in de garage en ik gebruik hem niet. Mijn fietsvergoeding is misschien ook een beetje een wortel om te zeggen van oké, ik ga hem ook daadwerkelijk gebruiken. Gebruik ik hem niet, dan kan ik ook geen fietsvergoeding krijgen. Dus daar begrijp ik echt niet, maar ik voel dat u op dezelfde lijn zit, begrijp ik echt niet wat daar de idee van is. Nu wil ik daar wel een één kanttekening bij plaatsen. Als dat onze redenering is, waar we het blijkbaar over eens zijn, moeten we misschien toch ook eens kijken of het betalen vanuit de Vlaamse overheid van aankooppremies voor bepaalde wagens, of dat daar ook geen kanttekening bij te plaatsen is. Maar dat is niet uw bevoegdheid, daarvoor moet ik bij een collega van u zijn. Zijn er collega's die er wensen bij aan te sluiten? Mevrouw Fournier. Dank u, voorzitter. Ik had graag enkele opmerkingen gemaakt. Ten eerste over het rijbewijs. Daar valt inderdaad veel over te zeggen. Er zijn heel veel pro en contras. Ik kan inderdaad de drempel ook verhogen om zo'n fiets aan te schaffen. Maar als we toch even stilstaan bij de snelheid, is 45 km per uur, is heel snel. Je moet heel behendig zijn, heel alert. Ik kan mij inbeelden, meneer of collega Joska, dat u als u met dergelijke fiets rijdt, dat u wel behendig bent, dat u alert bent. U bent ook heel plichtbewust. Maar ik kan me best ook inbeelden dat andere mensen die dergelijke fiets aanschaffen, zich minder plichtbewust gedragen in het verkeer. En dat er voor die mensen wel enige vorm van opleiding nodig is. Wat de verzekering betreft, we horen nu al van de sector dat er al redelijk veel meldingen zijn van accidenten, van valpartijen. Dus een verplichte verzekering afsluiten vinden wij ook wel oké. En dan als laatste, fietsvergoeding. Ik hoor van u, meneer de minister, dat er een uitdrukkelijke wil is om die fietsvergoeding ook te geven. Er is ondertussen ook al een voorstel, een wetsvoorstel, door onze federale collega Jeff van den Bergen. Dus als er een wil is en een voorstel en alle Vlaamse politieke partijen staan achter dat voorstel, dan ga ik ervan uit dat dit redelijk snel op federaal vlak in orde kan komen. Goed, meneer de minister. Misschien nog kort ingaan. Dus de jaagpaden, daar zitten we nu al, ook met mijn dienst, dus Waterwegen en Zeekanaal en de Scheepvaart, waarvoor ik ook bevoegd ben, samen om te bekijken hoe we dat snel kunnen, daar kunnen aan verhelpen. Het is natuurlijk wel een extra kost dat het met zich meebrengt. Dus we hebben daar 1000 borden. Die moeten waarschijnlijk niet allemaal worden vervangen. En je moet ook opletten met de interferentie van de waterweggebruikers. Hè. Maar dus dat loopt en ik hoop daar toch dat we de volgende maanden effectief aan de slag kunnen gaan om die borden te plaatsen. Twee, de aanpassing van de infrastructuur, dus dat hebben we meegenomen van de Make-Um fietsvoorziening en de actualisering daarvan. Drie, het overleg interfederaal, want ik moet nog meegeven, u verwijst naar de, of u baseert uw kritiek op misschien te beperkt vraagtekens of opmerkingen geformuleerd of bezwaren geformuleerd vanuit mijn diensten, maar ik moet wel een onderscheid maken. U heeft enkel de formele
actes bekeken. We hebben ook op informeel niveau samengezeten. Wat het formele betreft kunnen wij enkel vanuit onze eigen bevoegdheden opmerkingen formuleren. In het informeel overleg hebben we wel degelijk, en mijn diensten hebben dat ook gedaan, en mijn kabinet ook wel bezwaren geformuleerd en gewezen toch op bepaalde tekortkomingen en mogelijke gevolgen. Daarnaast de handhaving. Ik denk dat het voor het handhaving niet de grootste probleem is. Als het gaat, ik denk dat er wel in hoofden van de controle door de politie wel een zekere tolerantie aan de dag zal worden gelegd. Ik denk niet dat dat het grootste of eerste probleem is. Ik denk vooral op vlak van de consequenties naar verzekering toe, als er zich een ongeval voordoet. Dat lijkt mij het meest dringende en dwingende om snel te kunnen zorgen voor een aangepaste signalisatie. En dus want formeel gezien, als iemand met een speedpedelec dan een ongeval heeft op de weg die hij normaal gezien gebruikt, namelijk een jaagpad of zo, en er is geen formele, via een bord aangebrachte toelating daarvoor, dan kan dat mogelijk consequenties hebben op vlak van de tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij, indien dat er zich een ongeval voordoet. Tot slot ga ik akkoord als het gaat over de fiscale aftrekbaarheid. Ja, de fiscale aftrekbaarheid die nu wordt voorgesteld, staat eigenlijk ook haaks op de ratio dat je vooral het gebruik van zo'n duurzame vervoersmodus moet gaan promoten eerder dan de aankoop ervan. Dus ook op dat vlak denk ik dat we het eens zijn. Een laatste reactie, collega Jans. Ja, meneer de minister, ik denk dat u heel duidelijk heeft aangegeven dat u al maximale wil doen om eigenlijk het gebruik van die speedpedelecs maximaal ook te kunnen ondersteunen, maar ik denk wel dat het noodzakelijk is om op zo korte termijn mogelijk eigenlijk ervoor te zorgen dat de infrastructuur en de signalisatie aangepast is. Dat heeft u natuurlijk zelf niet in handen. Lokale besturen, agentschappen, maar ik denk dat u daar zeker de nodige inspanningen ook moet of kan doen om daar die overgang zo kort mogelijk te houden. Collega Joske. Ja, meneer de minister, dat was ook een stuk in mijn tweede vraag. Ik begrijp natuurlijk dat er formele adviezen zijn en informeel overleg. En gezien uw ontgoochelende reactie in de pers, had ik ook wel begrepen dat u daar helemaal uw slag niet hebt thuisgehaald. Misschien in dit geval zou ik er absoluut geen probleem bij hebben gehad dat u voluntaristisch ook in de pers de usurperende bevoegdheden zou genegeerd hebben en gewoon gezegd hebben van, mocht ik het federaal voor het zeggen gehad hebben, dan hadden we deze kans niet gemist. Het is geen staatsveiligheid, dus op dat vlak lijkt er mij geen probleem te zijn. Nu, wat betreft het voorstel van collega Van den Berg op federaal niveau, mevrouw Fournier vond dat een goed voorstel. Alleen maak ik mij één bedenking bij die verzekering en daar ben ik het wel eens met u, meneer de minister, daar zou mogelijk een probleem kunnen ontstaan in dat vacuüm. Maar langs de andere kant is het in mijn ogen toch jammer, door het feit dat je het natuurlijk ook een stuk in de categorie van de bromfiets steekt, dat je mensen die op een duurzame manier en toch nog altijd zelf moeten trappen, verplicht tot een verzekering, terwijl een normale fietser, daar wordt dat ook, je bent ook verzekerd, maar dat loopt langs een andere weg, langs je familiale verzekeringen. En ook dat is voor mij een beetje een gemiste kans. Men heeft die drempel, denk ik, te hoog gelegd. Net zoals een aantal punten, denk ik, die terecht door de minister zijn aangekaart wat betreft die rijopleiding. Men heeft een aantal kansen op federaal gemist om die drempel naar beneden te halen. En ik bekijk die verzekering eigenlijk in hetzelfde perspectief. Maar nogmaals, het voorstel van collega Van den Berg om te zeggen, laat ons nu niet onnozel doen en de fietsvergoeding doortrekken, daar sta ik meer dan 100% achter. Goed, dan kunnen we dit afsluiten, deze vraagstelling. En dan geef ik graag terug het woord aan de voorzitter, mevrouw Jans. Dank u wel, meneer De Kort. Dan hebben wij de laatste vraag van collega Joska over kruispunten met vierkant groen voor fietsers. Meneer Joska. Ja, moest eigenlijk fietsers en voetgangers zijn, heb ik daarnet ook gezien dat ik die vergeten was. Nu, in het verkeersveiligheidsplan, meneer de minister, eind juni van dit jaar werd voorgesteld in de commissie mobiliteit. Hebt u het eigenlijk ook over dat concept vierkant groen? En u zegt daarvan, ja, dat principe vierkant groen biedt voor fietsers, maar dus ook voor voetgangers, een aantal voordelen. Er zijn geen extra conflicten met afslaande auto's en fietsers kunnen links afslaan in één beweging zonder extra stop. Ik verwijs er ook concreet naar waar het in het veiligheidsplan staat.
Nu, in die bijlage belooft u ook na te gaan voor welke kruispunt, want ik begrijp ook dat het niet voor alle kruispunten kan, vierkant groen een oplossing kan zijn. En verder geeft u aan dat vierkant groen op dit moment niet toegestaan is volgens het verkeersreglement. Nu, de timing van het verkeersveiligheidsplan laat eigenlijk weten dat het wegwerken van deze juridische bezwaren nog dit jaar zullen gebeuren. De minister wil ook een proefproject rond het concept opstarten, staan in hetzelfde verkeersveiligheidsplan. En dat vond ik een beetje vreemd, want als ik me niet vergis, zijn er op dit moment verschillende proefprojecten die lopen, die ondanks de juridische bezwaren volgens mij al jarenlang bewijzen dat vierkant groen werkt op sommige kruispunten. Mijn partij zit daar voor niks tussen dat vierkant groen wordt genoemd. In Hasselt zijn er 9 lichten geregelde kruispunten op de kleine ring, de zogenaamde, ja, daar is het weer, groene boulevard, kan er ook niet aan doen, en het vierkant groen principe. Ook in Wetteren, Ieper, Machelen, Diegem zijn er projecten die lokaal gemonitord worden. Meneer de minister, ik denk dat de experimentele fase voor dit concept eigenlijk voorbij is. Het is bewezen dat op bepaalde kruispunten dat vierkant groen wel degelijk kan werken. En het is voor mij heel duidelijk dat het de verkeersveiligheid van fietsers ook enorm vergroot. En ik vraag me gewoon af waarop u nog wacht. U liet in een antwoord op een schriftelijke vraag van collega Kerbach, een vraag van 9 november 2015, vorig jaar al blijken dat uw agentschap het draagvlak zou onderzoeken en dat het resultaat van dat onderzoek al dan niet zou leiden tot een voorstel van wijziging van het verkeersreglement. En ik heb eigenlijk een aantal vragen. 1. Wat is het resultaat van dat onderzoek dat AWV binnen de adviesgroep voor verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen heeft gevoerd? 2. Wanneer zal er concreet initiatief worden genomen om het verkeersreglement te wijzigen zodat dat concept vierkant groen zonder juridische interpretatie kan worden ingevoerd waar mogelijk? 3. Waar en wanneer zullen er criteria worden opgesteld om te bepalen op welk type van kruispunt vierkant groen kan worden toegepast? 4. Vierkant groen gaat meestal ten koste van de doorstroming van auto's. Daarom is het niet op elk kruispunt aangewezen, maar toch lijkt me de veiligheid van de zachte weggebruiker een belangrijk argument om dit concept in te voeren. Zal de minister erop toezien dat de criteria niet te strak zijn ten voordele van de doorstroming en er bij gevolg weinig kruispunten overblijven waar dit toepasbaar is? 5. Zullen de lokale besturen betrokken worden bij de opmaak van de criteria en op welke manier, want ook zij zijn natuurlijk wegbeheerder. En tenslotte is de minister van mening dat lokale besturen ook moeten kunnen vragen om verkeerslichten op een gewestelijk kruispunt aan te passen naar het vierkant groen principe. Tot daar mijn vragen. Wel, meneer Voska, meneer de minister. Ja, veel vragen. Ik zal proberen alles te tackelen. Dus u weet dat in het nieuwe verkeersveiligheidsplan dat we daar ook het hebben over toepasbaarheid van het principe vierkant groen. Ik kan dat vandaag, kunnen we dat strikt genomen nog niet implementeren, omdat de wegcode moet worden aangepast. We hebben daarvoor ook een voorstel uitgewerkt, of dat is alleszins in opmaak en zal ook worden bezorgd aan de FOD mobiliteit in het ruimere kader waarbij dat de planning ook wordt opgevat om daar een grondige herziening van die wegcode te gaan doorvoeren. Dus gewoon omdat momenteel de wegcode nog niet toelaat dat je groen geeft aan rijrichtingen die met elkaar conflicteren. Ja. Maar desalniettemin hebben we wel een aantal proefprojecten lopen. Die worden voornamelijk geëvalueerd en bijgestuurd op basis van meldingen en ervaringen van weggebruikers. Er is ook een bijkomend proefproject dat we hebben aangekondigd in het verkeersveiligheidsplan met de bedoeling om dat principe van vierkant groen ruimer te evalueren, dus ook voor- en nametingen te gaan uitvoeren, ook op vlak van verkeersveiligheid en op vlak van doorstroming, dus ook echt cijfermatig. Waarbij dat we natuurlijk ook dat als basis zullen gebruiken voor het vastleggen van criteria om het al dan niet te kunnen gaan toepassen in concreto dat vierkant groen principe. De toepassing biedt niet alleen voordelen voor de zwakke weggebruiker, moet ook wijzen dat er wel een aantal nadelen aan verbonden zijn, want u verwijst ook naar buitenlandse voorbeelden. Er is ook in het buitenland, ook in Nederland, een zekere selectiviteit bij de toepassing. Het is niet alsof dat men dat overal doet. Wel in tegendeel, de criteria zijn betrekkelijk stringent. En nu, er zijn ook een paar downsides, namelijk de gemiddelde verliestijd van rechtdoorgaande fietsers parallel aan de hoofdinrichting van de auto's, die neemt natuurlijk toe. De wachttijden voor voetgangers kunnen groter worden, ook de wachttijden voor autoverkeer
kunnen groter worden. Het risico op ongevallen tussen zachte weggebruikers onderling, maar ook bromfietsen, want die mogen dan ook van diezelfde groenfunctie gebruik maken, dat neemt natuurlijk toe. Dus we streven naar zoveel mogelijk objectieve criteria, zoals die ook in Nederland bestaan, maar die dan misschien niet zo nodig moeten gaan toepassen. Want als we die gaan toepassen, zuiver, weet ik niet hoeveel groen, vierkant groen kruispunten we effectief gaan kunnen aanleggen. Anderzijds is het natuurlijk ook zo dat er ook wel andere pistes zijn om de verkeersveiligheid voor de zachte weggebruikers op verkeerslichten geregelde kruispunten te verhogen. Waarbij dat we één bij nieuwe kruispunten of anderzijds ook grote herinrichtingen van kruispunten er altijd naar streven bij het ontwerp om het kruispunt maximaal conflictvrij te maken. Ook bij de bestaande kruispunten. Ik heb al eens gezegd dat we op een regelmatige basis alle kruispunten trachten, bestaande ook trachten aan te pakken. In functie van veiligheid, in functie van bevorderen van de doorstroming en in functie van het vermijden van conflicten met de zwakke weggebruikers. AWV is daar mee bezig met zo'n actieplan om die doelstellingen concreet gestalte te geven. Waar de voetgangers en fietsers niet volledig conflictvrij kunnen worden geregeld, neemt men andere opties of overweegt men andere opties. Maar alleszins dat is het uitgangspunt, volledig conflictvrij. En wanneer dat niet mogelijk is, andere opties overwegen, waarbij dat dan mogelijke pistes zijn enkel het links afslagen conflictvrij maken, want dat is toch een van de belangrijkste elementen. Het fietsersgroen tegelijk beëindigen met het voetgangersgroen, zodat er geen verwarring meer mogelijk is voor automobilisten die bij het afslaan enkel het voetgangerslicht zien en daardoor bij rood voetgangerslicht verkeerdelijk geen voorrang geven aan de fietsers die nog rechtdoor gaan en die door het nog groene fietserslicht rijden, terecht. Een aparte fase op aanvraag inbouwen waarin enkel de fietsers en eventuele voetgangers die dezelfde weg oversteken tegelijk met elkaar groen krijgen, maar niet tegelijk met het afslaand gemotoriseerd verkeer. Het aanbrengen van oranje-gele knipperlichten, die steeds werken en die steeds trachten te wijzen op de aanwezigheid van fietsers en voetgangers. Het toepassen van het principe voorstart in de ruimte, dus het aanbrengen van fietsopstelstroken, wil dat zeggen. Maar van zodra de juridische bezwaren zijn weggewerkt, zal vierkant groen zeker als alternatief worden afgewogen ten opzichte van die andere vermelde oplossing. Rekening natuurlijk ook altijd met de criteria voor toepasbaarheid. Het agentschap PGNM Verkeer zal een voorstel voor criteria opstellen en dat ook ter evaluatie voorleggen op de AVVG. AVVG is dan de adviesgroep voor verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen. AVVG, ja, adviesgroep, ja, dat is het. Het voordeel is daar dat je een vrij grote betrokkenheid hebt van diverse partijen, BVV, VVSG, en die dus ook daar hun inspraak ten volle kunnen laten spelen. Nu, ten aanzien van de betrokkenheid van lokale besturen bij de implementatie van de lichtregeling is het zo dat de regelprincipes op een verkeerslicht geregeld kruispunt in overleg bepaald moeten worden, altijd met de PCV, dus de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid. In die commissie zijn ook diverse partijen vertegenwoordigd. Dat gaat niet alleen over het agentschap Wegen en Verkeer, maar ook de lijn en de gemeentebesturen, de politie, die zit daar aan tafel, ook BVV. Dus de lokale besturen, denk ik, kunnen altijd vragen om daar ook het principe vierkant groen te agenderen. Meneer Joske. Ja, meneer de minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord en ik kan mij grotendeels ook wel vinden in de punten die u op tafel hebt gelegd. Ik besef ook dat vierkant groen niet voor elk kruispunt kan. De verwijzing naar Nederland is natuurlijk bijzonder interessant, omdat ik denk dat iedereen hier ook in deze commissie en ook u op vlak van verkeersveiligheid toch wel behoorlijk wat ambities heeft. En dus dat het ook niet stilstaat, ook niet in Nederland. Er zijn heel wat Nederlandse steden en gemeenten die op dit moment bijvoorbeeld experimenteren, zelfs met omwille om de doorstroming niet te hinderen, met lichtverkeersbeïnvloeding door fietsers. Er zijn een aantal Nederlandse steden die, als je daarna gaat kijken, behoorlijk indrukwekkende resultaten halen, waardoor niemand het gevoel heeft aan het kruispunt van stil te staan, maar waarbij de fietser wel de maat der dingen is, ik zal het zo zeggen.
Ik denk dat we met z'n allen aan het zoeken zijn hoe we, wat u regelmatig zelf zegt, de schande van zoveel verkeersslachtoffers op een of andere manier kunnen naar beneden halen. En dan denk ik dat bijvoorbeeld ook Vierkant Groen voor een aantal kruispunten, de kruispunten waar ik ook naar verwezen heb, waar op dit moment dat principe al een stuk, niet een stuk, maar wordt gehanteerd, tot zeer goede resultaten eigenlijk leidt. Maar oké, ik besef ook, u hebt een aantal terechte punten op tafel gelegd waar we absoluut rekening mee moeten en ook mee willen houden. Wenst er nog iemand aan te sluiten? Mevrouw Fournier. Dank je, voorzitter. Wat het voorstel betreft van collega Jaska, je zegt conflictvrij, maar we hebben juist een discussie gehad over de power pedelec of de speed pedelec, of hoe we hem ook gaan noemen. Ik kan me inbeelden als die twee op elkaar botsen op zo'n kruispunt, dat dat toch wel een immense... Ja. Ja, ik weet wel, maar... Dus zo conflictvrij vinden we dat ook wel niet, dus, maar wij hebben, zoals u ook al weet, een ander en beter voorstel wat dat de verkeerslichten betreft. Het is het voorstel dat wij ook gedaan hebben in ons plan, waar dat de minister ook naar verwezen heeft in zijn plan. Het is een voorstart voor fietsers. Wij zijn er nog altijd van uit dat dat veiliger is. Dus de fietser zelf die enkele seconden vroeger groen geeft. En dat vermijdt ook heel veel dode hoekongevallen. Daarvoor is er geen nieuwe regelgeving nodig. Dus wij gaan voluit eigenlijk voor die enkele seconden vroeger groen voor de fietsers in plaats van... Het voorstel dat u doet is een voorstel van dat sneller kan ingevoerd worden, zoals ik ook al zei, waar er niet veel regelgeving nodig voor is en dat wij toch wel heel veilig en goed zouden vinden. Ik zou ook nog willen aansluiten, meneer minister. Ik denk dat het vierkant groen voor fietsers, maar ook het voorstel van de CD&V, dat dat allemaal voorstellen zijn die samen een verbetering kunnen vormen voor een vlotte doorstroming voor de fietsers. Dus ik ga me niet uitspreken voor of tegen het ene. Ik denk dat een combinatie van alles noodzakelijk is om het te verbeteren voor de fietsers. Nu, wat de proefprojecten betreft, zijn er 9 in mijn eigen stad rond de Groene Boulevard. En ik moet zeggen dat niet voor alle kruispunten dat even positief ervaren wordt. Bepaalde kruispunten die te druk zijn, heb je niet alleen frustraties voor de auto's omdat ze te lang moeten wachten, maar ook voor die rechtdoorrijdende fietsers, dat ze ook te lang moeten wachten voordat zij kunnen oversteken. Dus het is echt wel een afwegen van waar dat het kan toegepast worden. En daarom denk ik dat het vastleggen van de criteria zeer grondig moet onderzocht worden, zodat eigenlijk men als beheerder van de weg niet zomaar blindweg overal die vierkant groen voor fietsers gaat realiseren. Tweede element, ik heb ook 3 elementen, dat was mijn eerste. Mijn tweede is dat ik toch ook wel voor blinden en slechtzienden, dat is nog niet aan bod gekomen, dat ik dat even wil vermelden. Want voor blinden en slechtzienden is het al zeer moeilijk om kruispunten over te steken. En als zij dan nimmer kunnen zich oriënteren en weten van waar dat er fietsers kunnen komen, dus bij een vierkant groen kunnen ze van alle kanten komen, dat maakt het nog moeilijker voor blinden en slechtzienden om over te steken. Dus ik denk dat daar absoluut wel moet gekeken worden of dat daar oplossingen mogelijk zijn. En een derde element, u bent verantwoordelijk voor de gewestwegen, maar ik denk dat het zeker het principe voor de lokale wegen in veel gevallen interessant kan zijn. Dus ik denk dat daar ook zeker samen met de lokale besturen de stap moet gezet worden om dat te gaan toepassen, want ik denk dat uit eigen beweging dat niet overal zal gebeuren. Ik denk dat dat de vragen en tussenkomsten waren, meneer de minister, als u nog wenst te reageren. Ja, ik heb eigenlijk geen vragen genoteerd. Blinden en slechtzienden. Ja, wel, dat is absoluut een bezorgdheid die inderdaad in het verhaal nog niet is meegenomen. Ja. Okay. Goed, nog een repliek van meneer Jorska. Ja, gewoon een korte... Ik hoop van de collega's van de CD&V toch te kunnen overtuigen om dit met een brede blik te bekijken. Er zijn wel degelijk kruispunten waar dat ook werkt en dan moet je daar ook je ogen niet voor sluiten. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn nog heel wat problemen en ik denk dat iedereen die ook in deze commissie beseft op bepaalde kruispunten, is het zelfs zo, mevrouw Fournier, dat als het licht op groen staat voor de fietser en je steekt over en de auto van de andere kant mag links afslaan, dat zelfs op het moment dat het groen is, maar dat er haaientanden staan beneden bij de overgangen waar dat je overgaat, dat je zelfs voorrang moet geven aan de auto. Er zijn op dit moment accidenten die gebeuren waarbij een fietser rechtdoor rijdt, er staan haaientanden en het fietsje staat op groen. De auto slaat linksaf, er is een accident en dan is het zelfs zo dat de fietser in het ongelijk wordt gesteld. Zelfs al staat het licht op groen, gewoon omdat er beneden nog ergens haaientanden staan. Ah ja, maar ja, wat is het nu?
Hè? Is dat dan duidelijker voor de fietser? Dus ik hoop dat we met z'n allen toch met open blik kunnen kijken en de verschillende oplossingen, en zo heb ik het ook begrepen van collega Weitz en van collega Jans, laat ons gewoon met open blik kijken wat werkt, werkt, en waar problemen mee zijn, lossen we dan wel op andere manieren. Ik heb ook geen, voor mij is dit ook geen ultieme oplossing, maar ik vind het wel interessant om te kijken waar het werkt om het door te voeren. Goed, dan is ook deze vraag om uitleg afgehandeld en zijn wij aan het einde van de vragen om uitleg van vandaag. Dus meneer de minister, bedankt voor uw komst. Ik zou dan nog heel even de regeling van de werkzaamheden willen bekijken. Ik moet zeggen dat het aantal deel de interesse op.